How to Survive the Organizational Revolution. Het boek geschreven samen met Martijn As en Pieter Koenen. Martijn zal zo dadelijk ook een stukje van het verhaal voor zijn rekening nemen. Toen we het boek schreven, hadden we nog niet bedacht wat het echte antwoord eigenlijk is op hoe je de organisatorische revolutie moet overleven. Het antwoord is inmiddels duidelijk, hè, met Zoom. Hè, met Zoom kan alles, daar overleef je elke revolutie mee. Die ontwikkeling zit helaas nog niet in het boek. Wat ik vandaag ga doen, ik zal zo even door de agenda lopen, maar we zullen een aantal highlights uit het boek langslopen. En voordat we dat gaan doen, zal ik eerst mezelf even voorstellen. Ik zag net al heel veel bekende gezichten, maar ook een aantal mensen die ik nog niet kende. Ik ben dus Art-Pieter de Man. Ik ben momenteel hoogleraar aan de Vrije Universiteit en ik werk als zelfstandig organisatieadviseur. En het hoogtepunt van mijn leven was natuurlijk dat ik ooit CEO heb mogen leiden. Tot een paar jaar terug heb ik dat gedaan. En altijd leuk om weer bij CEO terug te zijn en daar wat te kunnen doen. Dus dank ook Helene en Marguerite voor de uitnodiging om deze masterclass te doen. Thema is nieuwe organisatievormen. Hè. Ik sprak net al over de organisatierevolutie. Ik zal er zo op ingaan wat het is. Maar dat thema nieuwe organisatievormen houdt me al heel lang bezig. Want de eerste bullet hier zien jullie. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd en ben ook gepromoveerd in de bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. En dat ging eigenlijk al, dat proefschrift, over nieuwe organisatievormen. Dus ik heb daar een theorie in ontwikkeld over hoe nieuwe organisatievormen ontstaan. En op dit moment gebeurt er weer heel erg veel op dat gebied. En is het natuurlijk extra leuk om te kijken of die theorie nog houdbaar is. Ik had toevallig een oud-student uit die tijd. Onlangs ging ik daarmee lunchen en die had dat proefschrift meegenomen. En die zei, eigenlijk alles wat daarin staat, dat gaat nog steeds op. Dus dat stelde mij wel weer gerust. Maar het is dus iets waar ik al lang door gefascineerd ben. Hè. Mensen vinden steeds nieuwe vormen van organiseren uit. En ik ben erin geïnteresseerd van waar komt dat vandaan? Hoe ontwikkelen zich die nieuwe organisatievormen? Nou, op dit moment zien we heel veel nieuwe vormen. Agile, holocracy, platformorganisaties. We zullen daar een aantal vandaag ook van bespreken. En het is dus echt een tijd waarin ontzettend veel gebeurt op het vlak van organisatievorm. En om even de samenvatting van het verhaal te geven, heb ik het volgende plaatje gemaakt. Dus als je echt geen tijd hebt, dan kan je naar deze slide meteen weg. Dan heb je in ieder geval de kern te pakken. Dat heeft te maken met de nieuwe organisatievormen die we zien, met de omslag van een industriële naar een informatiesamenleving. Nu is de term informatiesamenleving misschien wat vaag of onduidelijk voor jullie. Misschien gebruiken jullie andere termen. Dus zet vooral even in de chat wat voor beelden daarbij opkomen bij die term informatiesamenleving. Of dat je zelf misschien wel eens een andere term hebt gehoord dan. Kan ik dat misschien nog even verklaren wat ik daar precies onder versta. Maar in ieder geval wat we zien is links hè, in die industriële samenleving. Dat zag je ook terug in de architectuur. Dat is het hoofdkantoor links van General Motors. Dat aan Fifth Avenue staat in New York. En je ziet eigenlijk al aan het gebouw, hè, dat schreeuwt gewoon hiërarchie en efficiëntie. Het is een heel efficiënt gebouw en het is heel hiërarchisch. Heel veel verschillende verdiepingen, waarin heel veel verschillende lagen managers aan de slag zijn. Nou, organisatievormen die daarbij horen, die jullie wellicht kennen, zijn de functionele organisatie, de divisievorm en de matrixvorm. Nou, aan de rechterkant zien jullie het ontwerp van de nieuwe campus van Microsoft in Seattle. En dat ziet er heel anders uit dan dat gebouw van General Motors. Dus het gaat niet meer in de informatiesamenleving zozeer om efficiëntie en innovatie. Maar je ziet veel meer dat, of om efficiëntie en hiërarchie. Maar je ziet veel meer dat het gaat om innovatie.
En hiërarchie en innovatie die verdragen zich niet zo goed met elkaar. Je wil liever wat plattere organisatie vormen. Je wil dat mensen elkaar ontmoeten, waardoor via toevallige ontmoetingen nieuwe creatieve ideeën gaan ontstaan. Je wil dat mensen niet in hun eigen hokje blijven zitten en op hun eigen verdieping. Zo'n campus geeft dat veel beter vorm. Dat is ingesteld op ontmoeten. Er zijn ook sportvelden, er is een parkje. Er zijn vaak gezamenlijke restaurants, waar dus iedereen elkaar kan tegenkomen. En op die manier hopen organisaties ook de creativiteit te stimuleren. En dat is nodig om tot innovatie te komen. Dus we zien eigenlijk een trend van minder hiërarchie naar meer zelforganisatie. Nou, daarnaast zie je ook dat het gebouw van General Motors ziet er heel ontoegankelijk uit. Dus je wil vooral niet dat de buitenwereld binnenkomt. Nou, op zo'n campus van Microsoft wordt de buitenwereld juist uitgenodigd. Dan wil je ook start-upjes hebben. Dan wil je misschien andere leveranciers hebben die bij je in de buurt zitten. Die gewoon in dat spel mee kunnen doen. Dus een tweede trend in organiseren is dat je van echt gesloten organisaties gaat naar heel open organisaties. Waarmee je ook veel samenwerkingsverbanden aangaat met allerlei andere clubs in je omgeving. Die ook ideeën hebben over hoe je kan innoveren. Nou, dus dat is een beetje de rode lijn die we zien in organisatievormen. Minder hiërarchie, meer over organisatiegrenzen heen. En dat vraagt ook om een flexibelere besturing dan bijvoorbeeld de jaarplannen of zelfs vijfjarige strategieën. Dat soort dingen, dat werkt eigenlijk niet meer in deze informatiesamenleving. Nou, organisatievormen die daarbij horen, Holacracy, Spotify, daar zullen we het vandaag over hebben. Platform ecosystems ook. Open source doen we vandaag even niet, maar is misschien ook wel bekend, open source software. Ook die vorm van organiseren, die is sterk in beweging. Nou, ik weet niet of er wat ideeën zijn over wat die informatiesamenleving... Ja, Art-Pieter, ik zie in de chat een opmerking van Albert, die vraagt hoe dan een universiteit te duiden is. Is een universiteit georganiseerd om innovatie te bevorderen? Leuke vraag. Zit meteen midden in mijn irritatiezone, Albert. Ik denk dus niet. Hè? Dus ik vind dat organisaties zijn nog te veel op een 19e eeuws model georganiseerd. Je ziet dat we wel aan het omslaan zijn. Dus ook op de universiteit komt er nu ruimte voor start-upjes. En we doen ventures op de universiteit. Maar het is natuurlijk, als je het echt over innovatie hebt in termen met name ook van kennis brengen naar de samenleving. Zodat het ook productief wordt, dat je de samenleving er wat aan heeft. Daar loopt de universiteit denk ik nog heel erg achter. Waar de universiteit het wel goed doet, is dat we zijn natuurlijk heel erg gericht op kennisontwikkeling. En dan lijkt de universiteit wel heel erg hiërarchisch, met al die lagen van hoogleraar en hoofddocent en docent en AIO. Maar de informele hiërarchie is toch soms heel anders. Want echt een briljante AIO, daar luistert iedereen naar. We zijn zo gericht op die kennisontwikkeling, dat we daar dan eigenlijk wel weer heel open in zijn. Alleen waar we dus totaal niet gericht zijn op die innovatie, is dat we dat nog veel te veel binnen onze muren houden. Dus daar en Charlotte wil heel graag weten waarom vijfjaren strategieën niet meer passen. Ja, nou kijk, in Noord-Korea proberen ze het nog. En in Venezuela, dat is ongeveer het antwoord. Wat echt lastig is, de wereld is steeds minder voorspelbaar geworden. Als je kijkt naar het voorbeeld van General Motors, die werken met business unit organisaties. En die hebben ze eigenlijk op vaste marktsegmenten geënt. Dus ze hebben bijvoorbeeld een marktsegment voor de middenklasse. En dat is dan de Buick, geloof ik, dat daar het merk voor is. Ja, dan moet je er wel van uitgaan, als je zo je organisatie daar helemaal op inricht, dat dat marktsegment echt een aantal jaren blijft bestaan. Want anders dan moet je elk jaar je organisatie omgooien. Nou, en dat is wel een probleem geworden. Marktsegmenten die veranderen heel snel. De technologie ontwikkelt zich continu. Regelgeving is steeds weer anders.
Eisen in de maatschappij die gaan heel snel heen en weer. Kijk maar eens bijvoorbeeld bij de overheid, hè, fraudebestrijding, bij UWV en Belastingdienst. Het ene jaar moet het strenger, het volgende jaar zijn ze weer te streng. En dan moet het weer andersom en dan weer iets ertussenin. Het is steeds minder voorspelbaar geworden. En dat betekent dus ook dat het moeilijk is om 5 jaar vooruit jezelf vast te leggen op 1 bepaalde strategie. En daarbij dus ook 1 vaste organisatievorm te kiezen. En dat is denk ik wel kenmerkend voor die informatiesamenleving. En ja, zoals ik dat eigenlijk definieer is... In de informatiesamenleving is eigenlijk het verzamelen en bewerken van gegevens, van informatieproducten, een belangrijkere activiteit geworden dan het verzamelen en bewerken van fysieke grondstoffen in producten. Dus we zien echt wel een verschuiving. De toegevoegde waarde zit steeds meer in de data en de gegevens en steeds minder in de fysieke producten. Nou, die stelling wil ik wat uitwerken en illustreren in de agenda van vandaag. Die is gebaseerd op het boek. We halen een paar dingen uit het boek. Ik voeg ook wat nieuwe dingen toe. In het boek worden een aantal organisatievormen beschreven en daar geven we ook bijsluiters bij. Hè, van wanneer werken ze wel, wanneer werken ze niet, wat zijn de bijeffecten. We hebben niet zozeer een oordeel over dit is beter dan al het andere. Daar zijn we zelfs echt wel tegen. Je moet het heel erg ook per organisatie bekijken wat werkt. We hebben daar een paar dingen uitgehaald. Ik wil eerst wat meer vertellen over de theoretische achtergrond, over het ontstaan van organisatie. Dat zit niet in het boek, maar dat is dan mijn hobby. Daarna wil ik het bespreken van, ja, wat is nu eigenlijk een hype of geen hype? En dan gaan we ook over naar de ING-case, die de Spotify-model hebben ingevoerd. En dat zal Martijn As, co-auteur van het boek, toelichten. En daarna kijken we naar ecosysteem als waardepropositie. Nou, dan zijn we ongeveer om 11:15 en dan nemen we een half uurtje pauze. En na de pauze ga ik in op zelforganisatie. Wanneer doe je dat nu wel? Wanneer doe je dat nu niet? En wil ik het nog hebben over ecosystemen rondom platformorganisaties. Ook dat zit in het boek. Het laatste stukje zit nog niet in het boek, want dat is onderzoek waar ik op dit moment mee bezig ben. Dus daar wil ik alvast een tipje van de sluier oplichten waar mijn ideeën nu over gaan. En dat noem ik de Tech Trinity. En dan gaan we ook een korte case bespreken van John Deere, de landbouwmachinefabrikant. Dus dat is de agenda voor vandaag. En ik wil eigenlijk eerst beginnen met wat... achtergrond over het ontstaan van organisatie. Ik heb expres organisatie hier gezet. Hè, dus echt het ontstaan van het idee van organiseren. Waar komt dat vandaan? En daar kwam ik een hele leuke quote tegen al jaren geleden van Kenneth Arrow. En die quote is... Truly among man's innovations, the use of organization to accomplish his ends is among both his greatest... en his earliest. En dat citaat komt overigens uit een boek van Arrow met echt de saaiste en meest afschrikwekkende titel die je maar kan bedenken. Dat heeft de uitgever niet over nagedacht. Het heet Essays in the Theory of Risk Bearing. Nou, hoe saai kan je het maken? Essays over de theorie van het risicodragen. Je zou zeggen dat is een boek dat niemand leest. Maar dat boek is eigenlijk zeker door economen goed gelezen, omdat Kenneth Arrow een heel beroemde econoom is. Hij heeft ook de Nobelprijs gekregen. Nu kwam dat in zijn familie wel vaker voor. Hij had bijvoorbeeld een zwager, Paul Samuelson. Dat was een zo mogelijk nog beroemdere econoom en die heeft ook de Nobelprijs gekregen. Ze hadden trouwens ook nog een neefje, die heette Larry Summers. En dat was een beetje de mislukking van de familie, want die is niet verder gekomen dan minister van Financiën in de Verenigde Staten. En is later nog de hoogste baas van Harvard geweest. Maar helaas heeft hij het nooit zo ver geschopt als zijn twee ooms. Maar het is wel een interessante familie en die Arrow dus een bekende econoom. En wat ik interessant vind aan deze quote van hem... is dat hij nieuwe organisatievormen ook als een innovatie ziet. En net zoals je nieuwe producten hebt, nieuwe technologieën,
zijn ook organisatievormen innovaties. Ook die worden uitgevonden. En dat is de lens die ik ook gebruik als ik naar nieuwe organisatievormen kijk. Ook het tweede deel van de quote is denk ik heel juist. Hè? Het is een grootse en een heel vroege uitvinding van de mensheid. Juist door organisatie is ontzettend veel mogelijk geworden. He, doordat wij taken opsplitsen tussen mensen en dat weer coördineren, zijn wij tot veel meer in staat dan andere diersoorten. He, zelfs het plannen van zo'n Zoom-sessie, nou, je moet al snel kijken hoeveel mensen zijn daar al bij betrokken. Iedereen heeft zijn eigen taak daarin en daar zit veel afstemming bij. Maar gezamenlijk kom je dan ook tot wat moois. Nou, om daar wat op voor te bouwen, van waar pas ik dan in de theorie? Ik zie het hele veld van rondom organisatie eigenlijk in drie grove bollen uiteen vallen. En de eerste is de organisatietheorie, rechtsboven. En daar ben ik eigenlijk niet van. Dus er is niks mis met organisatietheorie uiteraard, maar ik verdiep me daar wat minder in. De organisatietheorie stelt eigenlijk de vraag van hoe functioneren organisaties? Ik heb daaronder een heel lijstje van bekende theorieën staan. Waar ik wat meer in geïnteresseerd ben, is de vraag waarom zijn er organisaties? En die vraag wordt eigenlijk beantwoord door een vakgebied dat heet The Theory of the Firm. En dat is vaak een vanuit de economische hoek geladen theorievorming, die echt de vraag centraal stelt van ja, waarom zijn er organisaties? Wat is eigenlijk hun functie in de maatschappij? En omdat ze zo'n heel basale vraag stellen, wordt ze ook heel veel gebruikt door strategiedenkers. En uiteindelijk ben ik ook gepromoveerd op het vakgebied van strategie en organisatie. En er zijn ook verschillende theorieën die daar heel bekend zijn. En de theorie waar ik dan onder pas, dat is even voor de liefhebbers. Dat is de resource-based of de capability-based view of the firm. Ga ik niet helemaal uitwerken. Ik zal er zo iets meer over zeggen, over hoe ik er naar kijk. En dan hebben we nog het vakgebied van de organisatiekunde. En waar dus bij de andere twee bollen de hoe en de waarom vraag centraal staat in de organisatiekunde de wat vraag centraal. Wat moet ik nu in mijn organisatie doen? En jullie kennen misschien wel namen als Mintzberg, Gould en Campbell. Maar ook technieken voor organisatieontwerp, zoals de sociotechniek. En die gaan dus heel erg over wat moet ik in mijn organisatie doen? En je ziet dat ik eigenlijk geen pijltjes tussen die bollen heb gezet. Dat is expres, want ik vind dat er eigenlijk heel weinig uitwisseling tussen die verschillende bollen is. Je zou kunnen zeggen dat het toch een stuk beter kan zijn als die verschillende theorieën en benaderingswijzes naar elkaar zouden luisteren. Maar ze zijn eigenlijk allemaal bezig op hun eigen klein gebiedje. En dat betekent ook dat die theoretische kant, organisatietheorie en theory of the firm, eigenlijk niet zo gek veel te vertellen heeft over de organisatiekundige kant. Dat heeft misschien ook te maken met de vraag van de net, van de rol van de universiteit. Theorie kijkt toch altijd naar wat gebeurt er nu gemiddeld in organisaties en we verklaren het altijd achteraf. Maar als jij in een organisatie wat moet ontwerpen, dus iets organisatiekundigs moet doen, dan heb je niks aan een gemiddelde. Je kan er misschien wat vuistregels uithalen, die zijn best nuttig. Maar uiteindelijk moet je het passend maken op jouw organisatie. En theorie kijkt ook altijd achteraf. Maar je gaat niet een organisatie ontwerpen die het de afgelopen 5 jaar leuk zou hebben gedaan. Nee, je wil een organisatie ontwerpen die het de komende 5 jaar leuk gaat doen. Dus er zit ook wel wat spanning tussen die theoriekant en die organisatiekundige kant. Je ziet dus ook dat theoretici en wetenschappers verzinnen geen nieuwe organisatievormen. Dat doen toch echt managers en ondernemers. Nou, hoe kijk ik naar de ontwikkeling van organisatievormen? Ik zei net al, ik zie het als innovatie. En de standaard innovatietheorie bekijkt dat eigenlijk ook als een evolutionair proces. En evolutionaire processen bestaan uit variatie, selectie en retentie. Nou, dat zie je ook bij organisatievormen. Dus neem bijvoorbeeld zelforganisatie. Stel, je hebt een heel hiërarchische organisatie.
Dan zou je als manager kunnen nadenken van, nou, laat ik eens een variatie doen. Ik sloop er dus een managementlaag tussenuit. Dat is een variatie in de organisatievorm. En vervolgens blijkt dan wel intern en in de concurrentiestrijd of dat dan goed gaat of niet. En dan wordt dat geselecteerd. Hè. Als het goed gaat, het blijkt goed te werken, nou, dan blijf je dat doen. En gaat het niet goed, dan ga je weer wat anders proberen. Maar als het goed blijft gaan, dan wordt het geselecteerd en dan is er ook sprake van retentie. Dan blijft dat zo in de organisatie. En als je dan denkt, hé, dat is leuk, één managementlaag eruit heeft goed gewerkt. Laat ik nog eens een tweede managementlaag proberen. En dan variëren we weer. En dan gaan we kijken of dat ook werkt. En ook dat wordt dan weer behouden in je organisatie. En misschien ga je het zelfs aan je ondernemers in je buurt vertellen of aan je leveranciers van, goh, bij mij werkt deze organisatorische oplossing goed. En op die manier ontwikkelt en verspreidt zich in de loop van de tijd een nieuwe organisatievorm. Nou, daaruit voorkomend komen ook een aantal lessen. Hè? En er is geen beste manier van organiseren. Dus het is niet één manier die het voor alle organisaties geldt. De metafoor van de natuur geldt hier ook. Er is niet één beste soort. Alle soorten zijn mooi, maar wel in hun eigen context. Nou, er is ook geen standaard manier van organiseren. Dat heb je ook wel eens, dat mensen zeggen, ja, holocracy of agile, dat kan maar op één manier. Nee, ook dat is niet het geval. Je zult het altijd weer moeten aanpassen aan je eigen omstandigheden. Net als, ja, niet iedere persoon hetzelfde is. Er is geen standaard mens. We hebben wel de soort mens, maar daarbinnen is ieder mens weer uniek. En er is geen perfecte manier van organiseren. Gedoe is er altijd. Je moet altijd, ja, het blijft bijschaven, opnieuw beginnen. En ook een beetje knutselen aan de organisatie is ook nodig om zo'n organisatie goed te laten werken. Nou, dat is eigenlijk een beetje de framing die ik gebruik. En ja, je kan je ook afvragen, hè, als we dan de biologische metafoor doortrekken. Wat heeft nou bijvoorbeeld zo'n coronacrisis als effect? Hè? In de biologie weten we natuurlijk, een inslaande meteoor heeft ervoor gezorgd dat de dinosaurussen uitgeroeid raakten. Ja, betekent nou de huidige crisis dat we dan ook opeens alle oude organisatievormen omvallen? Nou, dat is een interessante vraag. En dat zal moeten blijken in de toekomst. Hè? Ik kan dat niet voorspellen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar heel IT-gebaseerde organisaties, hè, platformorganisaties. Een aantal daarvan doet geweldig, hè? Amazon en bol.com en Netflix. Maar een aantal doet ook heel slecht. Booking.com en Uber. Hè? Dus hangt dat nou aan het organisatiemodel? Nou, in dit geval blijkbaar niet. Het heeft waarschijnlijk meer te maken met de markt waar je in zit. Aan de andere kant geloof ik wel dat de ontwikkeling naar nieuwe organisatievormen heel erg gedreven wordt door toepassing van IT. Dat is echt een grote dominante factor op dit moment. En we zien natuurlijk dat de IT-vaardigheden echt met een exponentiële leercurve doormaken op het moment. Dus dat zou best wel eens kunnen betekenen dat dat ook effect heeft op de lange termijn op hoe wij organiseren. Nou, dat is mijn visie. Uiteraard vind ik dat zelf de beste. Hè? Maar er zijn ook veel andere visies. En ik wil die toch ook even vergelijken om mij daarin te positioneren. En daarvoor heb ik dit plaatje ontwikkeld. En het eerste wat opvalt aan dit plaatje is wat een enorm ervaren topconsultant ik ben. Want ik heb het toch maar weer in een 2x2 matrix gekregen. En het is toch de functie van de consultant om complexiteit zo plat te slaan dat je het met twee variabelen in kaart kan brengen. En dat is hier dan gelukt. Ik heb het eigenlijk ingedeeld in twee assen. Er zijn mensen in denken over organisatievormen die horizontaal, hè, wat meer naar de mens kijken in de organisatie. Die heb ik maar de humanisten genoemd. En er zijn er die zeggen, nee, het gaat meer over de technologie. De technologie is dominant en technologische aanpakken bepalen de organisatievorm. En dan heb je er wat meer realisten. Hè, mensen die meer zeggen van, ja, we moeten werken met hoe het nu is. En van daaruit gaan we verder. En we hebben de idealisten. En de idealisten die hebben een beeld van hoe het allemaal zou moeten. Hè, dus die hebben vaak een ideaal plaatje van organisatie in hun hoofd.
En dat is wat hem betreft de oplossing en de kant waar het naartoe op moet. Ik ga overigens jullie zo dadelijk vragen waar jullie zitten in dit plaatje, dus denk daar alvast even over na. En dan zie je hier allerlei verschillende scholen. Dus rechtsonder, agile is toch vaak technologie gedreven. De Rijnlanders, die vind ik best interessant. Die zijn wel bezig in het hier en nu. Maar die benadrukken heel erg echt de menselijke kant. Dus daar hoor je teksten als laat de professional zijn werk doen. Dat zit heel erg aan die linkerkant. Maar wat ik dan weer vreemd vind aan de Rijnlanders is als je daar wat van leest, dan technologie, daar zeggen ze eigenlijk helemaal niks over. Dat is echt weer een blinde vlek voor hen. Nou, aan de bovenkant heb je de idealisten. Van die school ben ik dus minder. Dus daar hebben we onder andere het TEAL organiseren. Die vinden echt dat de oplossing is waar alle organisaties maar naartoe moeten. En zoals ik juist heb uitgelegd, in dat soort benaderingen geloof ik niet. En waarom niet? Omdat dat de variatie eigenlijk doodslaat. Ik denk, om te innoveren in organisatievormen heb je variatie nodig. En als we dan maar één model als zaligmakend gaan zien, dan sla je uiteindelijk de innovatie dood. Dan komt alles tot stilstand. Nou, dat geldt ook wel voor de singularitisten. Misschien ben jullie niet zo bekend. Maar dat zijn mensen die zeggen van, ja, maar de technologie is goed, hè. En op een gegeven moment wordt de technologie ook beter dan de mens. Dus artificial intelligence, dat gaat op een gegeven moment de mens inhalen. Dat heet de singulariteit. Het moment dat technologie beter wordt dan de mens. En dan is dat ook goed. Dan moeten we ook maar die technologie alles laten bepalen en de organisatie laten bepalen. Nou, ook dat is zo'n idealistisch beeld. Ik heb ook altijd in mijn studie geleerd dat een cirkelredenering niet zo erg is als die maar lang genoeg is. Maar van die singularisten, dat is wel een heel korte cirkelredenering. Als je gaat aannemen dat technologie beter is dan de mens en dan gaat concluderen dat het dus beter is dat de technologie het overneemt van de mens, dat is wel een heel erg kort door de bocht. Desalniettemin roepen ze natuurlijk wel interessante vragen op over hoe willen wij als mens omgaan met technologie. Nou, ik zie mezelf wat meer als technohumanist. Dat is een nog niet bestaande stroming, maar vanaf vandaag dan wel. Dus ik denk dat we veel meer na moeten denken over hoe we in het hier en nu technologie zodanig kunnen inzetten dat het de mens tot dienst is en blijft. Zodat we niet door de technologie in een hoek worden gedreven, maar dat het wel ten dienste van ons blijft staan. Nou, er zijn een paar andere open source bewegingen, heb ik net even over gehad. Lean zal bekend zijn. Minimal management is ook wel een leuke stroming. Paul Verburgt heeft daar een leuk boekje over geschreven. Wat toch vooral is, ook een beetje Rijnlands, ook van laat vooral de mensen ook hun werk doen. De techno-anarchisten zie je vaak in Silicon Valley. Dat zijn de mensen die denken dat de technologie ons ook gaat bevrijden van alles en nog wat. Onder andere natuurlijk in Amerika heb je ook zo'n anarchistische stroming tegen de overheid en tegen alles wat maar baas is. Men zegt, nee, de technologie kan de mensen ook bevrijden uit al die hokjes waar ze in zitten. En maakt het dus veel makkelijker ook voor mensen om individu tot individu tot leuke samenwerkingsverbanden te komen. Art Pieter, er is een aantal mensen die willen iets meer weten over TEAL. Of je daar iets wat meer achtergrond voor kan. Ja, dus ik kom zo meteen daar even op terug, ook nog wel later. Dus dat is op basis van het boek van Frederic Laloux, Reinventing Organizations. Wat op zich een heel leuk boek is om te lezen. Er staan heel leuke cases in. En we komen zo dadelijk bij Holacracy nog wat terug, ook op het TEAL-verhaal. Maar in principe is daar ook de boodschap dat zelforganisatie eigenlijk het beste is om te doen en dat dat ook de weg van de toekomst is. En hij analyseert dat, geeft daar leuke voorbeelden van over hoe je dat kan doen. Wat mijn zin is helemaal ontbreekt in dat boek is een goede analyse waarom we op dit moment meer zelforganisatie zien. En dat komt volgens mij door de technologie. Ik zal dat dadelijk ook nog wel even toelichten. En dat vind ik een grote zwakte van het boek. Wat ik ook zwak vind, is dat hij echt maar één oplossing ziet, namelijk die zelforganisatie.
En ik zal zo dadelijk ook nog wel wat zeggen over het nut van organisatie en van hiërarchie in organisaties. Maar ik kan het zeker aanraden om dat boek eens te lezen. Maar beperk je vooral tot de casebeschrijvingen en niet tot de analyses en de aanbevelingen, zou ik zeggen. Dus sla hoofdstuk 1 en laatste over. En zo meteen kom ik bij spreken over holacracy. En dat is ook een voorbeeld dat hij eigenlijk in zijn boek bijna leidend heeft gemaakt. Hij geeft daar heel veel voorbeelden van. Dus dan kom ik daar wat meer terug op Thiel. Nou, ik zou jullie nu willen vragen, of Margriet kan je daar doorheen leiden, om eens even aan te geven van waar zit jij of waar zit jouw organisatie in het denken? Hè? Is dat meer in de humanistische lijn, technologen? Zitten jullie heel erg in het hier en nu? Of hebben jullie toch al een ideaalbeeld waar je naartoe wil? Pas je misschien al in een van deze scholen? Zouden jullie dat aan kunnen geven? Ja, en dat kan je aangeven door... waarschijnlijk zie je, een beetje afhankelijk van het systeem wat je gebruikt, maar boven in je beeldscherm View Options staan. En als je View Options aanklikt, dan kom je vervolgens bij een rijtje en daar staat Annotate tussen. En als je Annotate aanklikt, zie je weer een rijtje en daar heb je een balkje en daar staan Stamps tussen. En bij de stem staan sterretjes en hartjes en veetjes, onder andere. Als je een sterretje, als je zo'n stem gebruikt, daar waar je moet staan. Ik zie dat een heleboel mensen het al begrepen hebben. Dus ga vooral nog even door totdat we, hè, het gaat dus om het kwadrant waar je zo'n beetje zit. Dan kijken we waar mensen vooral zijn. Oh, liever geen strepen, want daarvoor zijn we met te veel mensen. Oké, Albert kijkt op een iPad en kan het niet vinden. Waar zou je je sterretje willen zetten, Albert? Oh, staan er ook sterretjes naast het schema? Ja. Die zijn heel interessant, Margriet, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, heeft iedereen zeg maar zijn... Er staan er heel wat op, volgens mij, ja. Ik kan het zeggen, er staan er inderdaad heel wat op. Nou ja, je ziet dus veel linksonder, hè. Ik denk wat ook wel misschien is om dit schema te bedenken, is ook even na te denken over waar zit je blinde vlek, hè. Dus, en kijk, ik zit ergens in het midden hier, hè. Dus mijn blinde vlek zit natuurlijk hierboven, hè. Dus al die mensen die beelden hebben over hoe de toekomst in elkaar zou moeten zitten, daar heb ik dan niet veel mee, hè. Maar ik kan natuurlijk ook zeggen, ja, je moet natuurlijk wel nadenken over de toekomst en welke kant je op wil, hè. Dus als je te veel in mijn vakje zit, kan je zeggen, ja, zitten we dan niet te veel in allerlei incrementele verbeteringen. Volgens mij is dat helemaal niet het geval, maar... dat voert voor nu even te ver. Maar ook voor de mensen die erg aan de linkerkant zitten. Ja, onderschat ook niet de impact die technologie op je organisatie heeft. Die rechterkant heeft. Hè? En verdiep je daar toch eens een keer in. Want technologie kan ook je heel veel helpen. Juist om het voor mensen beter, het werk beter te maken. Hè? Het bijna afgekloven voorbeeld van buurtzorg bijvoorbeeld. Hè? Veel mensen zullen dat links positioneren. Maar volgens mij is dat echt juist een mooi voorbeeld van technohumanisme. We horen bij buurtzorg alleen maar het verhaal over minder managementlagen en professional die zijn werk doet. Maar dat kunnen ze alleen maar doordat daar enorm goede informatietechnologie achter zit. Dus die technologie kan je echt ook positief inzetten. Dus heb niet een al te blinde vlek voor die rechterkant. En als je weer rechts zit en je laat alles technologisch bepalen, ja, wat betekent dat op een gegeven moment nog ook voor mensen die hun werk willen doen en voor de sociale context van je organisatie? En het moet ook nog wel leuk blijven. En elk van die organisatievormen heeft dus ook weer zijn schaduwzijde. Als je te veel doorslaat naar het één, zie je wel weer de nadelen daarvan opkomen. En in ons boek hebben we ook een heel hoofdstuk gewijd aan de donkere zijde van al dit soort organisatievormen. Nou, ik denk dat dat even genoeg is voor deze. Ja, ik clear hem. En dan
kunnen we verder? We hebben een foto ervan gemaakt. Ik zit nu nog stamps te doen, zie ik. Even kijken, moet hieruit. Sorry. Ja, er staan er nog drie op. Maar ik kan... Nee, ik kan niet verder naar de volgende. Ja, daar gaan we naar de volgende. Dat was even de theoretische inleiding. Ik wilde nu de vraag eens beetpakken van... Ja, wat is nu hype en wat is nou eigenlijk geen hype? En dat wilde ik doen aan de hand van deze meneer. En dit is eigenlijk mijn grote held. Hè? Dit is, hier ben ik helemaal fan van. Dit is Alfred Chandler. En een bekende uitspraak van hem is... Structure follows strategy, but the market is the common denominator. En die Alfred Chandler is eigenlijk een bedrijfshistoricus. Dus hij heeft de historische ontwikkelingen van organisaties beschreven. Eigenlijk een heel interessante man. En voor de vraag hype of geen hype vind ik de geschiedenis van groot belang. En als je het werk van Chandler goed kent en dus de geschiedenis goed kent, dan kan je ook een beetje onderscheiden van wat is er nu wel een hype en wat is er geen hype. En als je dat wil onderscheiden, moet je dus ook in de geschiedenis eens teruggaan en kijken van welke organisatievormen zijn er eigenlijk ontstaan, waarom is dat dan, in welke context, en wat verandert er dan nu in de context dat we misschien nieuwe organisatievormen nodig hebben. Daarvoor is de omgeving van groot belang. Chandler wees daar ook op. Chandler kwam overigens, wel interessant hoe hij op dat onderwerp kwam. Chandler kwam uit een gegoede familie, was in Harvard gaan studeren, zat bij John F. Kennedy zelfs in de klas voor de Tweede Wereldoorlog. Moest toen de oorlog in, kwam terug uit de oorlog en dacht, ja, wat moet ik nou met mijn leven? Wat moet ik gaan doen? En toen had hij geluk, want toen ging zijn oud-tante dood. Misschien wat minder leuk voor zijn oud-tante, maar voor Chandler kwam dat goed uit. Want ze gingen de zolder opruimen van die oud-tante. En daar kwamen ze het complete archief van zijn overgrootvader tegen. En dat was een archief waarin beschreven stond alle organisatiestructuren, strategieën, jaarverslagen van de spoorwegmaatschappijen in Amerika in de 19e eeuw. En waarom had die overgrootvader dat nu? Nou, die overgrootvader die had een rating agency opgericht. Dus dat is een bureau dat aandeelhouders informatie verschaft over de soliditeit van een bepaald aandeel. En die overgrootvader, de achternaam ervan was Poor. En misschien kennen jullie nog wel de Standard & Poor 500, de S&P 500. Na de Dow Jones, de belangrijkste aandelenindex in Amerika. En die Poor van de Standard & Poor, dat was de overgrootvader van Alfred Chandler. En hij trof al die financiële stukken van zijn overgrootvader aan in die nalatenschap van zijn oud-tante. En toen dacht hij, hey, hier ga ik mijn werk van maken. Ik ga mij verdiepen in de geschiedenis van het bedrijfsleven. En uiteindelijk heeft hij ook met het materiaal van zijn overgrootvader een boek geschreven in 1977, The Visible Hand, waar hij ook de Pulitzerprijs voor heeft gekregen. Nou, de Pulitzerprijs krijgen voor een boek over de geschiedenis van de spoorwegen klinkt onwaarschijnlijk, maar het is echt een ontzettend interessant boek. Nou, historisch kijken is van belang. Ik heb in dit plaatje, wat ik niet helemaal zal doorlopen, maar heb ik wel even aangegeven wat eigenlijk de hele historie is van alle verschillende organisatievormen. En dan begin ik met de business unit uit 1923. Maar hier zie je ook mooi dat evolutionaire proces in werking. Dus de business unit werkte wel goed, maar niet perfect. Dus kregen we de matrix. Dat was het niet helemaal. Dus gingen we interne netwerken doen. En nu gaat dat weer over in bijvoorbeeld de multidimensionele organisatie. Als je daar meer over wil weten, lees het werk van Hans Strikwerda. Of in Holacracy. Nou, je ziet in ieder geval alle nieuwe organisatievormen bouwen voort op een geschiedenis van eerdere organisatievormen. En wat je ook ziet is dat aan de rechterkant op dit moment die informatiesamenleving, ja, je ziet daar heel veel nieuwe dingen. Scaled Agile, Spotify, ecosysteem, DAO, dat is zeg maar de blockchain, Rendan Hei, ga ik het ook nog over hebben, model van Hire.
Je ziet eigenlijk een enorme explosie van weer nieuwe variatie, hè, nieuwe experimenten met organisatievormen. Nou, waar komt dat vandaan? Nou, dat wordt toch voornamelijk bepaald door de bedrijfsomgeving. Je ziet dat daar een aantal trends zijn. Hè. In plaats van schaalvoordelen en scopevoordelen, hè, goedkoop produceren, efficiëntie, wordt innovatie en snelheid veel meer van belang. En hiërarchische organisaties zijn gewoon minder innovatief en minder wendbaar. En ja, agile organisaties zijn dat wel. En we gaan van fysieke producten naar informatiegoederen. Ook dat heeft een belangrijke impact, bijvoorbeeld ook over het productieproces. Aan een fysiek product kan maar één persoon tegelijkertijd bezig zijn. Aan een stuk software kunnen misschien wel 100 mensen tegelijkertijd werken, misschien wel meer. Dus je kan daar ook je hele organisatie omheen anders inrichten. Nou, belangrijk is ook dat we anders willen gaan sturen. Aandeelhouderswaarde was van belang. Of in de overheid, of not-for-profit, je binnen budget blijft. En nu gaat het veel meer over shared value. Het is niet alleen financieel, maar we moeten ook maatschappelijk iets optimaals doen. Of bijdragen aan een verbeterd milieu of aan de integratie. Nou, dat kan je niet meer eenduidig op financiële parameters sturen. Dus daar moet je ook wat anders doen. Opleidingsniveau van mensen is natuurlijk veel hoger geworden. Als je het vergelijkt met 1923, General Motors. Ja, mensen waren toen vrij laag opgeleid. Iemand die tegenwoordig laag opgeleid is, weet veel meer dan iemand uit 1923. Dus dat betekent dat ze ook veel zelfstandiger kunnen werken. Dus dat leidt ook meer tot zelforganisatie. En daarnaast waren vroeger technologieën meer stand-alone. En tegenwoordig zie je meer integratie van technologieën. Denk aan bionische armen, waar hersensignalen worden aangesloten via chips op arm, de beweging van je arm. Dus integratie van technologie is van belang. Nou, en daarachter zit eigenlijk IT die het mogelijk maakt om anders te organiseren. En dat heeft ook mee te maken dat het moeilijkste in organiseren is eigenlijk het schaalbaar maken van communicatie. Hè? En IT maakt communicatie veel schaalbaar. En dat betekent ook dat je minder managementlagen nodig hebt. Vroeger was communicatie duur. Als je als de baas van het bedrijf een nieuw besluit had genomen, dan moest je dat aan iedereen gaan vertellen. Of dan moest je dat uit laten tikken en laten drukken en op de post doen. En dan voordat iedereen het had, was je weken verder. En nu kan dat eigenlijk in één druk op de knop. Je kan mensen rechtstreeks direct toespreken of een e-mail sturen. Het middenmanagement kan er ook een beetje tussenuit. Vroeger was het ook een laag om communicatie door te geven. En om zowel van boven naar beneden als van beneden naar boven. Dat is allemaal niet meer nodig, omdat die informatietechnologie dat kan overnemen. Dus dat is een van de drivers ook van die nieuwe organisatievormen. Nou, een belangrijke daarbij is het Spotify-model en een voorloper in Nederland is ING. En daar wil ik dan ook het woord even geven nu aan Martijn Ars, dus ook co-auteur van het boek. En hij is echt een expert op het gebied van die agile vormen en van het Spotify-model. Hij is naast de begenadigd schrijver, zoals we nu weten, ook director bij PwC. En hij helpt daar diverse banken in Europa en ook buiten Europa met het invoeren van agile modellen en ook met het invoeren van dat Spotify-model. En hij zal even toelichten hoe dat in zijn werk gaat. Met name ook gefocust op de case van ING. En ik wil jullie vragen naar hem te luisteren. En ook even na te denken van wat zie je eigenlijk als obstakels voor implementatie bij ING. Dus ING komt uit een meer traditionele organisatie. En die gaat opeens over naar het Spotify-model dat Martijn zo dadelijk zal uitleggen. En wat zijn dan de implementatievragen die je hebt? Welke obstakels zie je daarbij? Als jullie die in de chat willen zetten, dan komen we daar zo dadelijk eventjes op terug.
En dan zou ik nu graag het woord willen geven aan Martijn. Ja, dankjewel Art-Pieter. Mooi deze warme introductie. En tegelijkertijd weet ik niet zeker of mijn camera nu bevroren is. En of mensen mij kunnen zien. Ik hoop het wel. Kan je in ieder geval horen, maar ik kan, zie je niet bewegen. Maar kan je prima horen. Daar was ik al bang voor. Dus mooie introductie over dat ik een begenadigd schrijver ben. Maar ik ben niet zo begenadigd in het in ieder geval in het zorg voor dat mijn camera het doet. Maar goed, dat terzijde. We gaan even terug naar ING en dan gaan we ongeveer even terug 8-9 jaar in de tijd. Nick Yu was op dat moment de CEO van de bank in Nederland. Hij is op dit moment overigens nu de CEO van de Duitse tak van ING. En als je hem zou vragen van ja, waar stond die bank nou 8-9 jaar geleden en waarom is ING de weg ingeslagen naar waar ze dus nu staan, is toch op dat moment een relevantievraagstuk. Dus banken zag dat er veel fintechs op dat moment begonnen zeg maar te knabbelen aan de relatie die ING had met hun klanten. Dat er ook substitutie kwam voor producten die zij aanbieden. Dus met crowdfunding bijvoorbeeld. Nieuwe wet en regelgeving die banken verplicht om de transactiedata van hun klanten beschikbaar te maken, met natuurlijk de goedkeuring van de klant. Met als gevolg dat, dat er eigenlijk allerlei ontwikkelingen kunnen gaan ontstaan, waardoor de relatie die de bank nu heeft met klanten niet meer zo vanzelfsprekend is en dat daar allerlei andere partijen tussen kunnen gaan zitten. Dat was een van de belangrijkste redenen, en dat is een relevantievraagstuk, waardoor ING zoiets had van, ja, we zullen iets moeten doen. Het tweede is imago. De bank stond er 8-9 jaar geleden niet supergoed voor qua imago. Zowel niet zeg maar, naar de maatschappij als naar toekomstige werkzoekenden. Mensen die afstuderen van de universiteit. Toch een bank die uit de financiële crisis kwam met wat imagoschade. En weinig mensen ook die bij de bank zelf werkten, die trots waren op het feit dat ze voor een bank werkten. Er stond niemand tegen die tijd op verjaardagsfeestjes met zijn bretels vooruit te vertellen dat hij bankier was. En je kunt je afvragen in hoeverre dat beeld natuurlijk nu helemaal gewijzigd is. En of ze echt goed geleerd hebben. Maar ik ga in op wat er in ieder geval 8-9 jaar geleden gebeurd is bij de bank. De bank was op dat moment een bank die heel klassiek georganiseerd was. Een hoofdkantoor met productontwikkeling, marketing, formulemanagement, finance, risk, partijen, et cetera. Een back-office op het gebied van IT. Echt als een kostencenter gezien. Een callcenter en wat kantoren. Dat is eigenlijk wel hoe je de bank organisatorisch kon indelen. En niet alleen aan de top, maar eigenlijk door alle lagen van de organisatie heen, was dat gevoel van dat relevantievraagstuk, de problematiek rond de imago, die was zeker, zeg maar, dat besef was er binnen de hele organisatie, plus eigenlijk ja, het gevoel van we moeten de dingen die wij doen toch sneller kunnen doen. En kunnen wij ook niet wat efficiënter werken? En hoe zorgen we ervoor dat we het talent beter aan ons kunnen binden? En vanuit die invalshoek is ING op zoek gegaan naar inspiratie. En zijn ze aangekomen bij een aantal bedrijven, die zie je op deze slide staan, die de belangrijkste bron van inspiratie hebben gevormd voor het ING zoals het er vandaag de dag uitziet. Dat zijn Zappos, Google, Spotify en Netflix. En we gaan vandaag inzoomen op met name op Spotify, maar we gaan ook een paar elementen van Google en Netflix raken. ING heeft ervoor gekozen om op het hoofdkantoor, en dan praten we ongeveer in Nederland over 3500 mensen, een model te implementeren wat Spotify ook op dat moment voor zichzelf had ingericht. En dat model dat is gebaseerd op een aantal concepten, tribes, squads, chapters, guilds. Die zal ik zo één voor één uitleggen, maar waar het in feite de grote gedachte die hierachter zit, is dat is om te beginnen zijn die squads. Dus dat zijn die verticale balkjes die hier zo staan. Dat zijn multidisciplinaire teams die bij Spotify in staat zijn om zelfstandig eigenlijk een stukje functionaliteit op hun platform te wijzigen. En de wijzigingen die zij maken, die nemen ze vervolgens zelf ook in beheer. Ze noemen dat daar het you build it,
you run it, you love it mantra. Komt er dus in feite op neer dat in de wereld van ING zou je dus zeg maar kunnen nadenken over een team wat bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor hypotheekaanvragen. Dat team zorgt ervoor dat er een goed online proces is waar klanten hun hypotheek kunnen aanvragen. Maar als er ook zeg maar iets mis is met de technologie om de hypotheekaanvraag te kunnen doen, dan is dat team zelf ook verantwoordelijk voor het wegnemen van die problematiek. En het team is overigens niet alleen zeg maar, verantwoordelijk voor het aanvraagproces van een hypotheek, maar kun je eigenlijk zien als een team wat de volledige propositie rondom hypotheken voor zijn of haar rekening neemt. Dus kijk naar in hoeverre zeg maar, sluit het goed aan op wat klanten willen. Is het competitief? Voldoet het aan wet en regelgeving? Kunnen we het op deze manier ook winstgevend maken voor onszelf? Echt een team met wat dan in de term die vandaag veel gebruikt wordt, end-to-end verantwoordelijkheid kan nemen vanuit, dan komen ze vanuit een change-and-run gedachte rondom een bepaald product. Dat is hoe je zo'n squad zou moeten zien. Daar zitten dus mensen in, in de wereld van ING, daar zit iemand in met een marketingachtergrond, daar zit iemand in met een achtergrond op het gebied van productontwikkeling, er zit iemand in die goed weet, zeg maar, gebruikerservaring zo'n klant wil hebben in een digitale omgeving. En er zitten dus ook de IT-ontwikkelaars in die de applicaties kunnen ontwikkelen, zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het IT-landschap, om zo'n klantreis goed te faciliteren. En er zitten ook de mensen in die applicaties monitoren om te kijken bij storingen, als er iets is wat niet werkt, voor te zorgen dat weer snel hersteld kan worden. Echt een multidisciplinair team. En dit soort type squads, dat zijn niet projecten. Dat zijn teams die langere tijd bij elkaar blijven. Dus dat betekent dat je in de organisatie echt een kanteling maakt van, we gaan ons niet langer meer langs onze functies organiseren, maar we organiseren ons langs waardestromen of langs klantreizen of welke terminologie je daar dan voor wilt gebruiken. En dat wordt het nieuwe thuis van mensen waarin ze elke dag naar hun werk gaan en dat zijn ook de mensen met wie ze elke dag hun werk uitvoeren. Een verzameling van deze squads, dat is eigenlijk een tribe. Dus bij ING heb je in totaal ongeveer 20 tribes op dit moment. En die tribes die zijn veelal georganiseerd rondom hun producten, zoals hypotheken, dagelijkse bankzaken, consumptief krediet, etc. En binnen deze tribe zie je ongeveer, laten we zeggen, 10 tot 25 squads die allemaal een stukje van die productpropositie zelfstandig in beheer hebben en daar continu verbeteringen op doorvoeren. Dat is eigenlijk de gedachtegang van een tribe. Een squad heeft één persoon die prioriteert het werk voor het team. Dus die bepaalt in sterke mate het wat. Dus die heeft een backlog, zoals het dan heet. En die persoon die heet een product owner. En het team bepaalt in grote mate het hoe. Wat gaan ze doen om een aantal van die elementen van die backlog op te pakken en in een heel kort cyclisch, iteratief, incrementeel proces te realiseren. Dat noemen ze bij ING sprints op basis van Scrum-methodologie. Nou, en die product owners die horen allemaal bij elkaar en die zitten regelmatig samen met een tribe lead. En bij ING zijn er twee type leiders binnen een tribe. Er is een tribe lead vanuit de business en er is een tribe lead vanuit IT. En die prioriteren met elkaar over die squads heen. Wat is nou zeg maar het allerbelangrijkste waar we onze tijd en aandacht op zouden moeten richten? Gaat dus uit van een hele autonome organisatie. Die zelfstandig in staat is om te bepalen waar ze hun tijd en aandacht op zouden moeten richten om uiteindelijk waarde te genereren voor ING en voor hun klanten. Die transformatie heeft ING doorgemaakt en daar zijn ze in de eerste periode zijn ze daar ook tegen aangelopen dat zelforganisatie is niet hetzelfde als zelfsturing. Ze zijn bij de transformatie naar die tribe structuur toe, waarbij alle medewerkers, of in ieder geval niet allemaal, maar laten we zeggen 80% van de medewerkers daar een plek hebben gekregen in die organisatie, want het is ook een reorganisatie geweest. Daar zijn ze uitgegaan van, we verbinden al deze tribes en squads, die verbinden we met elkaar op, uh, op,
op de sociale en economische missie die ze hebben, de purpose, zoals ze dat daar noemen. En daarna kunnen zij vanzelf wel aan de slag gaan. En dat is helaas, was dat toch een beetje een utopie. Dus de teams mogen wel A, zelforganiserend zijn, zolang ze binnen de kaders van de ING Agile manier van werken functioneren. En de standaarden gebruiken die vanuit hun chapters binnen de individuele functies worden voorgeschreven. Maar ze zijn niet zelfsturend. Dus zelfsturend betekent eigenlijk, ik bepaal zelf waar ik mijn tijd en aandacht op ga richten. En daar heeft de ING een proces voor ingericht. En dat heet bij ING de QBR, aangevuld met OKR. Dat staat voor Quarterly Business Review. En OKR staat voor Objective Key Results. En dat is een bekende methodologie. De combinatie van die twee die vaak wordt toegepast, ook bij, of die nu wordt toegepast en die werd toegepast bij Google en bij Netflix. Dat betekent elk kwartaal opnieuw met elkaar bepalen waar leggen we de strategische prioriteiten neer. Welke doelstellingen willen we als organisatie voor onszelf neerzetten en welke resultaten willen we daarbij boeken. En dat proces, dat is een proces wat je elk kwartaal als hele organisatie met elkaar doorloopt. Van boven tot onder, tussen ook alle verschillende tribes die er zijn. Het begint in feite met een pre-QBR, zoals het dan hier mooi heet, waarbij in dit geval bij ING de retail board bevestigt wat de belangrijkste strategische thema's zijn voor de organisatie. En meegeeft aan alle tribe leads die vervolgens met al hun product owners gaan vaststellen welke doelstellingen en resultaten kunnen wij, denken wij te kunnen gaan behalen of willen wij gaan behalen het komende kwartaal binnen ons domein. En alle product owners nodigen vervolgens hun teams uit om samen na te denken over welke, en dat heet dan in hun terminologie, features, epics, gaan wij oppakken. Dat zijn in feite gewoon initiatieven, projectjes. Gaan wij oppakken om een bijdrage te leveren aan die doelstellingen. Dat wordt verzameld in een schrijfperiode. En dat schrijven van dat soort strategische plannen, dat doen ze op basis van open platformen, documentatie die iedereen kan volgen en zien. Daarna volgt een reviewperiode, met name voor de tweede lijns functies. Finance, risk, compliance, legal. Om te kijken, nou, wat vinden we van die plannen? Mag dat wel? Kan dat wel? Maar ook de commerciële afdelingen, die verantwoordelijk zijn voor uiteindelijk het behalen van de resultaten, die kunnen ook die plannen monitoren om te kijken, ja, hebben we daar eigenlijk wel wat aan en kunnen we daarmee uit de voeten? Dus dat soort review vindt plaats. En vervolgens is er in hun terminologie een marketplace, een big room planning sessie waar al die tribes bij elkaar komen. Om ook de afhankelijkheden die ze hebben, eventueel zeg maar van elkaar, tussen elkaar uit te kruisen. Om uiteindelijk een pakket af te leveren bij de retail board. Wat aangeeft, oké, jullie hebben bevestigd dat dit de thema's zijn die belangrijk zijn. Binnen deze thema's kunnen wij deze resultaten gaan boeken door onze tijd en aandacht op deze onderwerpen te gaan richten. Dit is een proces bij ING van 6 weken. Dus halverwege elk kwartaal start het plannen voor het volgende kwartaal. En ook, wat natuurlijk onderdeel is van dat proces, is dat je ook terugkijkt op wat hebben we nou eigenlijk het afgelopen kwartaal opgeleverd. En hebben we daarmee bereikt wat we wilden bereiken. En daarbij is het overigens niet erg dat je niet altijd je doelstelling bereikt. Ze geven bij ING als leidraad mee dat de doelstellingen moeten zeker een uitdaging zijn. En als je maar 70% of 60% daarvan realiseert, is dat niet erg. Liever wat meer gestretchte doelstellingen dan doelstellingen die te makkelijk te realiseren zijn. Dit om de creativiteit te stimuleren binnen de organisatie. Dit is de nieuwe governance die eigenlijk de prioriteitsstelling van waar richten we onze tijd, aandacht en energie op bij ING dicteert. En dat zorgt dus voor dat er minder focus is bijvoorbeeld op wat eerder voorbij kwam op 5-jaren plannen. Maar veel kortcyclischer wordt gekeken naar wat kunnen we binnen een kwartaal realiseren. En dat betekent dus ook dat de type initiatieven wat op dit moment bij een bank als ING de prioriteit krijgen, zijn vooral initiatieven die binnen ook 3 maanden te realiseren zijn met concrete resultaten. Dus geen grote, lang meeslepende trajecten met toch zeg maar misschien business cases waarvan je niet weet
ja, is dat over 2 jaar, is de wereld nog wel zo zoals we denken dat die is. Maar veel kortcyclischer op basis van een periode van 3 maanden. Wel natuurlijk met een lange termijn visie daarachter. Maar minder uitgewerkt in een concrete strategie met traditionele milestones, deadlines, et cetera. Ik denk dat dat een... Ja, een goede introductie uit Pieter binnen de tijd. Ja, zeker, we wel. En we roept, ik zie aardig wat vragen ook op de chat langskomen. Ja. En ik denk, over een aantal heb je denk ik ook met dit plaatje al beantwoord. Hè. Er is ook een vraag van hoe los je grensvlakoorlogjes op? Hoe zet je prioriteiten? Nou, daar hebben ze dus dat QBR-systeem voor. Ik denk als ik er even een rode lijn uitpik, hè, er zijn een paar barrières die ze zeggen. Hè, dat gaat natuurlijk over hiërarchie, bureaucratie die in de organisatie zat. Het zijn toch geen innovatiedenkers. De cultuur, houding en gedrag van bankiers is toch ook niet echt innovatiegericht. Hè? Dus dat roept een beetje de vraag op, denk van ja, hoe ga je daarmee om? Hè? Kan je het eigenlijk wel met bepaalde mensen doen? Wat is dat iets wat je herkende binnen de ING-situatie, dit soort? Ja, kijk, absoluut. En ING is natuurlijk een... iedere bank is een staat onder toezicht, is een gereguleerde business, waarbij wet en regelgeving en het voldoende aan en een zorgplicht voor klanten natuurlijk toch de allerbelangrijkste... factoren zijn en de stabiliteit van de bank. Dus enige vorm zeg maar van ja, toch gewoon niet te veel risico nemen is, moet wel onderdeel zijn van de bank. Dus het vinden van een juiste balans. Het is geen platform waarop je muziek kan luisteren. En als het dat even niet doet, dan luister je even geen muziek. Zo werkt het natuurlijk niet bij een bank. Maar je ziet dus ook dat heel lang de cultuur gedomineerd van de bank, voorzichtigheid. En tegelijkertijd zagen ze ook al, ja, maar we kunnen niet meer zo voorzichtig zijn als dat we waren. We zullen toch wat innovatiever moeten worden, omdat we anders ook gewoon niet meer relevant zijn. De belangrijkste wijzigingen qua cultuur die je wilt doormaken, dat heeft ING ondervangen door parallel aan de organisatorische transformatie ook een culturele transformatie proberen zeg maar, te realiseren, voor zover dat kan. Zij noemen dat bij ING de Orange Code, waarin ze nieuwe waarden en gedragsvormen hebben gecommuniceerd naar de organisatie breed. Waarvan ze verwachten van, ja, dit verwachten van jullie, als wat jullie ook qua waarden zeg maar, zouden moeten delen met elkaar. Maar dit zijn ook de gedragsvormen die we graag zouden willen zien. En deze worden ook nu onderdeel van meer expertise gedreven onderwerpen in de performance cycli die de bank hanteert. Dus gedrag wordt minstens net zo belangrijk als vakinhoud. En dat was bij de bank, was het nog wel eens zo, zeg maar, dat je vooral zeg maar, de promoties maakt op basis van de vakinhoud die je had en niet zozeer op basis van je sociale vaardigheden. En bij ING zijn die vaardigheden bijvoorbeeld, en dat klinkt dan, die zijn Engels, een internationaal bedrijf, maar dat is... you take it on and make it happen. Het gaat dus over, het gaat over ownership nemen. En dat moet je als je je verantwoordelijkheid op een lager niveau in de organisatie neerlegt. Moet je ook die verantwoordelijkheid daar kunnen pakken als team. En realiseren. Het tweede is, you help each other to be successful. Dus leuk als jij met jouw squad waarde kan genereren. Maar als jij soms een ander squad moet helpen. En je ziet zeg maar dat die belangen groter zijn dan misschien het belang van wat jij kan realiseren met jouw squad. Dan moet je even over je eigen belangen heen kunnen stappen. Even af van de ego en hero, zeg maar, mentaliteit die binnen die bank zat. Mensen maakten zich graag onmisbaar en daar moesten ze vanaf. En het derde is, you're always a step ahead. Dus gericht op, zorg ervoor dat mensen verder kijken, zeg maar, dan alleen hoe doe ik normaal gesproken die dingen. Maar proberen dat soms ook eens op een andere manier te doen. En het is niet erg als dat niet lukt. Dat betekent dat er andere mensen zijn. Hè? Dat is één opmerking in de chat. Zijn er nu meer sneakers hè? In plaats van mensen met bretels op de werkvloer? Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die... ik denk dat er heel veel bankiers zijn die door de winkelstraten zijn gegaan, zeg maar, na deze transformatie. Als ik kijk naar de ING-organisatie vandaag de dag, denk ik dat nog een heel groot gedeelte daar van 8 jaar geleden daar nog steeds vandaag de dag is. Kijk, heb je als bank best een moeilijke keuze te maken. Want je ziet soms dat er best een verschil is tussen het type mens wat je wil, met vaardigheden en eigenschappen
karakters ten opzichte zeg maar, van de mensen die je hebt. Ze hebben bij ING altijd gezegd mindset over knowledge. Hè? Dus dat is het belangrijkste. We kijken eerst naar mindset bij deze transformatie als we mensen gaan plotten op de nieuwe functie. En daarna pas naar de kennis. Want kennis kun je makkelijker ontwikkelen. Wel hebben ze gezegd van, kijk, we kunnen niet zomaar ons volledige bedrijf even inruilen voor, nieuwe mensen. Want dat we willen die kennis, die kunnen we niet verliezen. Dat is één. Maar twee ook. We hebben gewoon op dit moment helemaal niet het imago om te denken dat we maar, zeg maar dat soort talent even makkelijk aan ons gaan binden. Dus dat moet ook groeien. Dus je hebt in dit soort transformaties heb je zeker, zoals zij dat dan noemen, een recycle-strategie of een repurpose-strategie nodig voor je mensen. Waarin je kijkt naar welke leeromgevingen gaan we ze bieden. Niet alleen binnen hun team, maar ook daarbuiten. Zodat ze zichzelf kunnen gaan ontwikkelen naar het type profiel wat we graag zoeken. Ja. Is het daarmee ook dan meer een top-down proces geweest, dit? Ja, wat ik nu heb toegelicht is een top-down proces. Maar in die zin, dat er zitten zeker agile kenmerken in. Dus bijvoorbeeld, het tribe-landschap is gemaakt door de leidinggevende van de bank, met adviseurs. Vervolgens worden de tribe-leiders worden geselecteerd en die zijn zelf weer verantwoordelijk voor het maken van een compositie van de type teams die zij denken dat ze nodig te hebben binnen hun tribe om de purpose te realiseren. Dus daarmee geef je al een stuk, hè, dat is een agile kenmerk waarbij je de verantwoordelijkheid en de vrijheid ook weer op een lager niveau neerlegt voor dat ontwerp. Je ziet dat die tribe leaders vervolgens weer hetzelfde doen met de mensen die ze hebben aangenomen of die daarop zeg maar geselecteerd of geplot zijn om die tribe met al die squads te vullen. Ook daar hebben ze gezegd van ja, we gaan niet de mensen gewoon oppakken en in een squad zetten. Wat we gaan doen is we gaan onze product owners vragen om hun visie, missie toe te lichten op wat ze met hun squad willen doen de komende 3 jaar. En we gaan onze mensen, dus die 150 man die samen een tribe vormen, die gaan we zelf de mogelijkheid geven om zichzelf te verdelen over deze tribes. Dus daarmee geef je ook weer autonomie aan de mensen zelf om te bepalen van oké, welke squad wil ik onderdeel van zijn? Waar wil ik graag de komende 2-3 jaar een bijdrage aan leveren? Wel natuurlijk met een aantal richtlijnen dat bepaalde competenties nodig zijn. Dus uiteindelijk moet iedereen een plek hebben. Maar dit is wel een voorbeeld, vind ik, van hoe je een top-down transformatie doet met wel kenmerken die goed passen bij de cultuur die bank eigenlijk wilde bereiken. Ja, er staan nog heel veel vragen in de chat. Het maakt nogal wat los. Hè. Dus okay. Ze zeggen van, ja, we kunnen ze ook niet allemaal langslopen. Hè, maar het is wel een ingewikkeld model misschien. Hè. Als je zegt mindset over knowledge. Hè, de kennis blijft ook van belang. Hè, maar ze hebben ook een apart risicobeheersingsproces, geloof ik, hierbij ontwikkeld. Als ik me goed herinner. Misschien nog één. Het enige wat ik niet toegelegd heb, is natuurlijk, zeker bij een bank, is dat die functionele expertise, die moet op peil blijven. En het concept van de chapters is daarvoor ingericht. Hè. Dus alleen, het is niet meer een traditionele leidinggevende vanuit een functie, hè, de chapter lead. Het is iemand die in de squads eigenlijk expert is en elke dag zeg maar rolmodel vormt voor andere mensen met een vergelijkbare competentie. En die 1 dag in de week of een halve dag in de week gebruikt om ervoor te zorgen dat alle mensen met een vergelijkbare competentie binnen die tribe de mogelijkheid krijgen om te leren zichzelf te ontwikkelen op welke manier dan ook. Ja, training. Nou, dat is inderdaad wel mooi. Hè? Dat de sturing, hè, die zit echt op de vakinhoudelijke kennis in dit model. Ja. En op die manier proberen ze ook dat soort risico's, dat dingen fout gaan, te ondervangen, echt door die kennis op het individuniveau te ontwikkelen. Dat is inderdaad een goede aanvulling. Ik denk, we moeten een beetje afronden, maar misschien nog even wat ik me herinner, want er was ook een vraag, heeft het ING nu opgeleverd wat het is? En ik dacht het wel, hè? Dus, want ze hebben minder managementlagen, hun kostenpositie was veranderd, maar ik meen me ook te herinneren dat ze veel sneller in staat zijn nu online te innoveren, toch? Klopt dat? Ja, je kan een aantal dingen meten in zo'n soort type organisatie. En in technische termen meet je dan de cycle time. Hoe snel ben ik in staat om verandering te initiëren en te implementeren? Nou, die is significant omhoog gegaan bij ING, doordat ze veel minder over de verschillende silo's hoefden af te stemmen. De capaciteit zit mooi netjes verdeeld, dus je kunt eigenlijk gelijk met elkaar aan de slag.
De kwaliteit van hetgene wat wordt opgeleverd bij ING zie je ook omhoog gaan. Waar ze vroeger nog wel eens binnen een traditionele projectorganisatie even zeg maar wat zij afslagjes namen om binnen het budget te blijven of binnen de tijdslijnen die geschetst waren of een combinatie daarvan, zie je dat ze nu, omdat de teams in een you build it, you run it met change en run verantwoordelijkheid zitten, dat ze het ook zien hebben van ja, als ik het nu naar productie breng, deze nieuwe functionaliteit of deze nieuwe propositie, ja, dan krijgen we ook, als het niet goed is, krijgen we natuurlijk heel veel vragen daarover. Dus we kunnen beter gewoon goed doen. Dus de kwaliteit omhoog gaat. Ik vind het een interessante case study. Op veel onderdelen zijn ze misschien de concurrentie iets vooruit. Hè, met bijvoorbeeld met Apple Pay en dergelijke. Maar om nou te zeggen dat ze echt zeg maar nu veel innovatiever zijn dan hun counterparts, dat weet ik niet. En je ziet ook wel een kopieereffect, hè, van dit soort concepten binnen de Nederlandse markt. Bijna alle banken en verzekeraars, zoek maar eens op de combinatie van de naam met bijvoorbeeld functieprofiel Tribe Lead of Chapter Lead. En je ziet dat dit concept eigenlijk al breed is uitgerold en geïmplementeerd in de financiële sector. Oké, Martijn, hartelijk dank voor jouw bijdrage vanochtend. Ik denk dat een helder interessant verhaal was. En het roept inderdaad veel vragen op. Ja, uiteraard kan ik commercieel mensen vooral verwijzen naar een boek, hè, waarin heel veel van deze dingen ook beschreven staan. Maar ja, ik denk wat belangrijk is dat je laat zien hoe de IT, de organisatie ook mede bepaalt. Maar dat ook, hè, met name met dat QBR-verhaal, ja, planning en een vorm van controle blijft natuurlijk ook relevant. Het is bij deze organisatie niet allemaal vrijheid, blijheid. En het is een behoorlijk proces dat daar ook voor opgetuigd moet worden om dat allemaal draaiende te houden. Ja. Dus, hartelijk dank, Martijn. Ja, geen probleem. You're welcome. Succes nog verder. Dankjewel. Hoi. Hoi. Goed, nou dat was even denk ik een voorbeeld van een nieuwe organisatievorm. Ik zit even te kijken naar de timing, maar het moet nog wel lukken, denk ik, om even voor de pauze kort een aftrap te doen over de ecosystemen. En na de pauze komen we daar nog wat uitgebreider op terug. Ook een opmerking daarnet al in de chat was, ja, dit is allemaal wel heel erg intern gericht. En het volgende thema gaat eigenlijk ook extern gericht. Hè? Hoe doe je dat nu samen met andere organisaties en hoe doe je het samen met je klant? Want het klopt dat Spotify, de klant zit er maar heel indirect in via zo'n product owner. Er waren een paar opmerkingen in de chat, die wil ik toch eventjes noemen, want die zijn denk ik heel terecht. Dus de vraag is, hoe doe je het over organisatiegrenzen heen? Nou, en daarvoor is op dit moment dan weer de term ecosysteem hip. Die is ooit geïntroduceerd door James Moore al in 1993, maar eigenlijk pas recentelijk is die populair geworden. Maar je ziet ook weer dat dat van alles en nog wat betekent. En in het boek werkt het in detail uit, maar ik heb hem hier even denk ik handzaam samengevat. Hè. Je ziet eigenlijk vier manieren waarop die term ecosysteem wordt gebruikt. En linksboven is eigenlijk dat je zegt van ja, ons ecosysteem, hè, dat is wij als organisatie en alle partijen, al onze stakeholders om ons heen eigenlijk. Hè. Dus dat is een heel breed begrip. Daar ga ik vandaag niet te veel op in, ook omdat eigenlijk er niet zoveel ontwikkeld is over wat dat nou voor managers betekent als je zo naar je organisatie kijkt. Behalve dat, en dat sluit ook al aan bij het verhaal van James Moore, dat je als organisatie misschien niet moet denken over hoe optimaliseer ik mijzelf, maar hoe optimaliseer ik mijn ecosysteem. Als al mijn stakeholders sterk en gezond en innovatief zijn, dan ben ik dat ook. Want die helpen mij, die geven impulsen aan mij, soms dwingen ze mij te vernieuwen. En dat denken, want het gaat niet alleen om een organisatie in isolement, maar wij zijn afhankelijk van heel veel andere partijen in onze omgeving. Dat ligt achter het ecosysteem, denk ik. Die zie je hier linksboven. Ik ga dan even naar rechtsonder. Je ziet ook de term regionaal ecosysteem. Dat wordt veel door overheden gebruikt die de innovatie in hun regio willen stimuleren. Dus hier een plaatje van het Silicon Valley ecosysteem
Of je kan het ecosysteem Eindhoven hebben of het Westland als ecosysteem zien. Ook daar ga ik vandaag niet op in. Is heel interessant. Ik heb daar ook wel onderzoek naar gedaan. Maar is toch vooral beleidsmatig interessant en niet zozeer voor nieuwe organisatievormen. De zaken die ik wel wil bespreken zijn linksonder, maar dat doen we na de pauze, doen we aan het eind van de ochtend, het platform-ecosysteem. En rechtsboven, en die wil ik nu nog even doen. En dat is het ecosysteem innovatie of waardepropositie-ecosysteem. En dat is eigenlijk het samenkomen van, laten we zeggen, een handjevol partijen die gezamenlijk één waardepropositie aan een klant leveren. En eigenlijk zit de klant ook in dat systeem. Ik heb hier een voorbeeld van Honda. En Honda die wilde op een gegeven moment een virtuele desktop hebben voor de ontwerpers van hun auto's. En het idee was dat ontwerpers, waar ook ter wereld, op welk moment van de dag dan ook, moesten kunnen inloggen op ontwerpsoftware om daar wijzigingen aan te brengen. En dat dan in de allerhoogste kwaliteit. Nou, dat vraagt een enorme hoop technologie van topniveau. En er is niet één organisatie in de wereld die dat allemaal kan leveren aan Honda. Er zijn er uiteindelijk 5 partijen geweest. Hewlett Packard, VMware is een cloudbedrijf. Nvidia is heel goed met grafische software. Ansys en Dassault Systèmes, dat zijn belangrijke spelers in de ontwerpsoftwaremarkt. En die zijn samen gaan zitten en die hebben gezegd, hey, dat gaan wij leveren aan Honda. En nou, je kan natuurlijk dit soort dingen op heel veel plekken voorstellen. Hè? Dus je denkt bijvoorbeeld ook aan gemeentes die wijkontwikkeling willen doen. Ja, dat red je ook niet alleen maar met een school daarin te betrekken. Hè? Dat gaat ook over de huisvesting, dus coöperaties. Dat gaat ook over veiligheid, dus de politie moet erbij. Dat gaat over het ontwikkelen van winkels. Hè? Dus de winkeliersvereniging moet erbij betrokken zijn. Dat kan gaan over gezondheid. Er zijn heel veel partijen die erbij betrokken zijn om dat complexe probleem op te lossen. Dat heet dan ook een ecosysteem. We zien meteen al een probleem hiermee, want als je zoveel partijen hebt, ja, hoe komt dat dan ooit van de grond? En dat is een bekend verschijnsel. Hè? Hoe meer partijen je hebt, als je het allemaal moet gaan uitregelen, bedenken van tevoren, een contract moet gaan maken, ja, dan gaat er dus nooit wat gebeuren. En in dit geval wil Honda dat ook niet. Honda wil vandaag aan de slag en er moet nu al verbetering zijn. En de partijen aan de linkerkant hebben dus helemaal geen tijd om echt uitgebreid te gaan nadenken over wat ze gaan doen en hoe ze dat gaan opschrijven in een net contract, want dan zijn ze 1,5 jaar verder met 5 partijen. En daarom zie je met name rondom die waardegebaseerde ecosystemen dat daar nieuwe methodes voor ontstaan die ook meer agile zijn om je samenwerking te ontwikkelen. Dat heet dan Minimum Viable Partnership. En dit is een benadering die heb ik gekregen van 2 bevriende consultants in Amerika. De Rhythm of Business heet hun bedrijf. En zij hebben met name met farmaciebedrijven ook gekeken naar hoe kunnen we dat nou sneller doen, dat we niet een jaar, 1,5 jaar over contracten aan het onderhandelen zijn, maar meteen kunnen beginnen met samenwerken. En zij doen eigenlijk een 2-daagse workshop waarin ze zeggen, we gaan deze 7 vragen door. Hè. Wat is nou eigenlijk het economische model? Wat gaan we bijdragen? Hoe willen we samenwerken? Hoe zit de besluitvorming in elkaar? En dan met name de 7e vraag van hoe gaan we nou eigenlijk meten dat wij voortgang maken in onze samenwerking? En eigenlijk kan je dus in 2 dagen op hoofdlijnen daar een afspraak over maken. En je zet iets meetbaars neer wat heel eenvoudig te meten kan zijn. Hè? Dus voor Honda kan dat zijn van, nou krijgen we in ieder geval met een nieuw idee dat we hebben al 5 mensen in Honda geïnteresseerd om even software, nieuwe software te testen of zo. Hè? Een heel kleinschalig idee. Maar als je die 5 mensen niet krijgt, dan is er blijkbaar wat mis met je idee. Hè? Dan moet je een ander idee verzinnen. En dan gaan we met z'n 5 kijken wat we dan gaan doen.
Nou, dus dat is eigenlijk een methode om veel sneller die samenwerkingsverbanden op te zetten, waardoor je ook in complexere problematiek en met meerdere partijen toch sneller meters kan maken. En ik denk dat dat ook, ook voor not-for-profit organisatie best interessant kan zijn. En wat je dus wel doet, is heel regelmatig dit bijstellen. Dus in plaats van dat vijfjarenplan waar we het al eerder over hadden te hebben, dan zijn we ook weer een jaar bezig een vijfjarenplan te verzinnen. En in dat jaar gebeurt er dus niks aan de problematiek in de wijk. Hè, of aan de problematiek voor Honda. Nee, laten we gewoon beginnen met nu al te verbeteren. En dan zijn we een jaar verderop, zijn we hoe dan ook verder met het oplossen van het probleem dan wanneer we eerst een jaar hadden zitten spreken. Dus dat is wel een interessante ontwikkeling, denk ik, in die waardepropositie ecosystemen om van die minimum viable en minimaal levensvatbare partnerships op te zetten. Nou, we hebben voor de pauze al even gekeken naar wat een nieuwe interne organisatievorm, Spotify en een externe. En na de pauze doen we dat ook weer en we beginnen weer met nieuwe interne organisatievormen. En er is natuurlijk heel veel geschreven over zelforganisatie, er wordt heel veel over gesproken. En als we in de praktijk kijken, dan wordt het toch met wisselend succes toegepast. Op een aantal plekken loopt het heel goed en op een aantal loopt het wat minder. Dus waar ligt dat nou eigenlijk aan en wanneer doe je het nu wel en wanneer doe je het niet? Ik wil dit blokje beginnen met een citaat van Sumantra Ghoshal. Purpose, process, people. En Ghoshal is misschien niet zo bekend bij het brede publiek, maar is wel een heel invloedrijke man geweest. Hij is afkomstig uit India, heeft een carrière in het bedrijfsleven gehad en is toen op eigenlijk alle grote business schools heeft hij wel gewerkt. En hij is eigenlijk een van de eerste die, of in ieder geval iemand die weer eens op de agenda zette, dat het niet alleen maar gaat om de harde kant van het organiseren. Hè? Want het gaat niet alleen om, zoals hij zei, strategy, structure en systems. Hè? Dus alle procedures die moeten kloppen. Maar het gaat ook om purpose, process en people. En in zijn omvatting nog wel meer. Hè? Het gaat ook over wat voor zin geef je eigenlijk aan het werk van mensen. Hoe zitten de processen van samenwerking in elkaar? En ja, de focus op die ontwikkeling van de mensen is eigenlijk nog belangrijker dan op het hebben van goede systemen. En tegenwoordig wordt er weer heel veel gesproken over purpose. Hè, de purpose van de onderneming of ja, de why of de visie of de bedoeling. Je hebt allemaal van die termen, de North Star hoorde ik onlangs weer, hè, de Polster. En hij is eigenlijk wel een van de eerste die dat weer goed, maar ook goed onderbouwd in de literatuur heeft neergezet. En met name voor zelforganisatie is dat ook van belang. Hè? Want als je niet meer de structuren en systemen hebt om je aan vast te houden, waar hou je je dan aan vast? Nou, dat gaat dan over doelstelling met daarachter ook normen en waarden en hoe werken wij en hoe gaan we met elkaar om. Nou, kunnen we ook doen met minder management. Ik vond deze cartoon. As requested, I did a risk management assessment. I concluded there was no risk of any management. En daar moet de baas dan wel eventjes over nadenken wat hij met die conclusie moet. Nou, minder hiërarchie kan, maar wat is daar dan weer het risico van? Het is ook niet altijd goed. Hè? Dus ik denk dat minder hiërarchie kan, omdat je managementlagen kan verminderen en kan vervangen door IT-systemen. Waardoor je veel meer kan monitoren, kan uitwisselen, online kan samenwerken, et cetera. Maar hiërarchie was er ook niet voor niks. En daar wil ik toch ook even wat van laten zien van waarom was er nou eigenlijk management? Want het is wel heel makkelijk om te roepen, ja, alle management moet weg. Maar je moet toch echt even goed nadenken wat je doet en of je niet de kind met het badwater weggooit. En om even echt naar de oorsprong van het management te gaan, ga ik toch weer even terug naar Alfred Chandler met die treintjes van zijn overgrootvader. Want in die tijd
zo rond 1840 kwam eigenlijk de eerste professionele managers die ontstonden. En waar was dat? Dat was bij de spoorwegen in Amerika. En waarom? Omdat daar die managers als taak hadden om ongelukken te verminderen. En dus spoorlijnen die waren vrij nieuw. Er was op de meeste plekken ook maar enkel spoor. En ja, dat moest ook onderhouden worden. Er moest gecoördineerd worden wanneer treinen over die sporen konden rijden. En dat ging heel vaak fout. Dus het gebeurde heel vaak dat een stationschef een trein liet vertrekken, terwijl er net een onderhoudsploeg bezig was, bijvoorbeeld. Of terwijl van een ander station de trein in de tegenoverliggende richting vertrok. En omdat er alleen maar enkel spoor was, leidde dat tot dit soort resultaten. Treinen die op elkaar klapten of die ontsporen. En toen zeiden de eigenaren van de spoorwegen, ja, dat is toch bijzonder, want we hebben wel alle informatie in huis. We weten wanneer treinen vertrekken, we weten wanneer ze van andere stations vertrekken, we weten wanneer er onderhoud moet plaatsvinden aan het spoor. En op de een of andere manier komt die informatie niet bij elkaar. Dus wat doen we? We roepen een middenmanager in het leven en die moet dat dan maar coördineren. Dus iedereen moet zijn informatie aanleveren aan de middenmanager. En die gaat kijken of een trein vervolgens veilig kan vertrekken of niet. En die geeft dan opdracht aan de stationschef om die trein al dan niet te laten vertrekken. En dat is eigenlijk de oorsprong van het management geweest. Dus dat was eigenlijk een levensreddende functie. En als je ziet hoe er nu gesproken wordt over management van alleen maar bureaucratie en de lemenlaag, et cetera. Ja, dat is er ook. En het is er zeker op veel plekken doorgeslagen. En we kunnen absoluut met minder toe op veel plekken. Maar pas er wel mee op, want je kan niet overal de managers eruit halen. Ik denk dat health and safety managers bijvoorbeeld bij de NS of ProRail, die redden nog steeds dagelijks levens. Door hun processen, procedures en protocol. Dus weet wel wat je doet. Nou, dat gezegd hebbende, je kan wel degelijk met minder management toe. En één systeem dat daar heel bekend en heel populair voor is op het moment is Holacracy. Holacracy wordt op een aantal plekken toegepast. Ook bij bol.com zijn ze aan het overgaan naar dat systeem. Dat is ook een case in ons boek. Een heel leuke organisatie is ook Visie, een hypotheekadviseur. Die is helemaal over op een Holacracy systeem. En daar kan je ook een deel van het systeem meemaken. Die geven Holacracy safaris. Daar kan je voor aanmelden, kan je zien hoe het werkt. Het is echt interessant om te doen. En dat is eigenlijk een systeem met een heel hoge mate van zelforganisatie. Nou, hoe werkt dat? Mensen zijn daar ingedeeld in verschillende cirkels, zoals dat heet. Het zijn eigenlijk min of meer de afdelingen. Bij bol.com zie je daar ook nog wel de oude afdelingsstructuur in terug. Je kan, er is bijvoorbeeld een cirkel boeken. De boekenwinkel, de online boekenwinkel is een cirkel. En binnen die cirkel, binnen die winkel, zijn eigenlijk allerlei verschillende functies. Dus mensen die nadenken over het merk, mensen die ook de online kant van de winkel beheren, mensen die ook de HR-dingen binnen zo'n cirkel oppakken. Iedereen heeft daar verschillende rollen. En één persoon kan wel 10 verschillende rollen hebben. Dat is eigenlijk aan de cirkel zelf om te bepalen hoe ze dat werk onderling verdelen. Je weet, de totale klus is, run die boekenwinkel optimaal. En hoe je dat onderling verdeelt, met rollen over elkaar, dat kan je onderling bepalen. Dus daar is geen manager meer voor nodig die dat doet. Daarnaast is er een vorm van besluitvorming die heel efficiënt is. Dat heet consentbesluitvorming. En dat is wat anders dan consensus. Dus bij consensus praten we net zo lang totdat we een beslissing hebben waar niemand warm voor loopt. Consent gaat een heel stuk sneller. Consent betekent eigenlijk dat je binnen jouw rol mag je alles beslissen wat je maar wil. Dus als je zegt van, nou, ik wil, als mijn rol is om te zorgen wat de top 3 boeken zijn die op de website komen te staan. En ik besluit dat allemaal tuinboeken moeten zijn, omdat ik denk dat het mei is en iedereen is in de tuin bezig. Dan kan ik dat gewoon doen. Er is geen manager die mij daar toestemming voor hoeft te geven. En
Er is ook niemand anders in mijn winkel, in mijn kring, die daar toestemming voor moet verlenen. Behalve wanneer dat die persoon schaadt in de uitoefening van de taak. He, dus als ik bijvoorbeeld, stel ik werk in een fabriek en ik wil een grote reclameactie gaan doen, waardoor we heel veel aanvragen krijgen voor producten in april. En dan is er iemand verantwoordelijk voor onderhoud van de machines. En die zegt, ja, maar in april heb ik echt onderhoud gepland. Dus kunnen we niet extra productie draaien. Ja, dan zit er spanning op de rol. Dan is mijn besluit om die reclamecampagne te doen, die leidt tot problemen voor iemand anders. En in dat geval moeten wij gezamenlijk tot een oplossing komen. Maar voor de rest, als die spanning er niet is, heeft niemand er wat over te zeggen. Dan kan ik gewoon die reclamecampagne doen. En zelfs als diegene die over de productie gaat, eigenlijk reclamecampagne überhaupt geen goed idee vindt en zonde van het geld, dat is dan jammer. Het schaadt hem niet in zijn rol als het gebeurt, want die kan gewoon zijn productieproces door laten draaien. En die vorm van besluitvorming voorkomt dus eindeloos overleg. Want wat je altijd ziet in vergaderingen is dat iedereen gaat zich met de expertise van een ander bemoeien. Ik doe een voorstel voor een reclamecampagne en dan iedereen gaat daar wat van vinden. Ja, dat vertraagt enorm. Je kan er ook van uitgaan, ik doe de rol reclamecampagne, ik heb erover nagedacht, ik heb mijn onderzoek gedaan, laat mij in mijn gang gaan. Nou, dat is die consent-besluitvorming. Je hoeft het er misschien niet mee eens te zijn, maar je hebt er ook niks tegen, want jij kan gewoon je werk doen als de reclamecampagne doorgaat. Nou, daarnaast vinden verkiezingen plaats voor de afstemming in de organisatie. Er is sprake van dubbele binding. Je kan je voorstellen, er zijn verschillende lagen van cirkels. Er is de topcirkel waarin de topmanagement zit. En dan is er soms nog een soort middenmanagementcirkel en ook weer een lagere cirkel. Heel vaak is het drie cirkels, maar dan is de hiërarchie ook wel afgelopen. Tussen die cirkels zijn goede verbindingen. Dus de topcirkel wijst iemand aan om hen in een lagere cirkel te vertegenwoordigen. En vanuit die cirkel gaat weer naar de cirkel daaronder. Maar ook omgekeerd. Ook de laagste cirkel die kiest iemand en die vaardigen ze af naar de hogere cirkel. En die vertegenwoordigt hen in die hogere cirkel in de besluitvorming. En op die manier krijg je dus verticale informatiestromen, zowel van boven naar beneden als van beneden naar boven. En dat zit daar in de structuur ingebakken. Terwijl met name die informatiestroom van beneden naar boven vaak heel slecht geregeld is. En daar heeft de Holacracy echt een heel mooie oplossing voor. Nou, ook dit systeem is eigenlijk wel mogelijk door IT, dus software om dit te ondersteunen. Dat heet Glassfrog. Maar als mensen tientallen rollen hebben, dan wordt zo'n systeem natuurlijk heel snel onoverzichtelijk. Wie is nou eigenlijk met wat bezig? En dat heeft altijd wel de toepassing van Holacracy beperkt. Holacracy is over eigenlijk al in 1970 in Nederland ontwikkeld door Endenburg Elektrotechniek. Toen heet het sociocratie. Maar dat kwam eigenlijk nooit zo van de grond. Maar met informatietechnologie zie je dat je dit ook in grote organisaties kan doen. Want als je iemand in een bepaalde rol nodig hebt, dan kan je dat gewoon in die software opzoeken. Wie is er bezig met de rol marketing in de boekwinkel bijvoorbeeld? En dan kan je vinden wie dat is. Maar dat is dus echt nodig, want die rollen verwisselen ook. Als ik mijn rol niet meer wil uitoefenen, kan ik hem teruggeven aan het team. En moeten we onderling bepalen hoe we die rol dan gaan oppakken. Nou, dit is overigens ook een voorbeeld van Thiel, wat in het boek van Lalou gebruikt wordt. Er zitten aardig wat voorbeelden van Holacracy in. En hij gebruikt daar de term Thiel voor. Thiel is... Ik weet niet eens wat de Nederlandse naam is voor de kleur, zo'n groen-blauwe kleur. Hij zegt dat is eigenlijk een nieuwe fase in de ontwikkeling van het bewustzijn van de mensheid. Die geeft hij dan verschillende kleuren, van geel, rood en door de geschiedenis heen. En de laatste fase is dan volgens hem teal en dat leidt dan tot dit soort organisatievormen. Een volstrekt onwetenschappelijke, uit de lucht gegrepen onzintheorie. Hij geeft verder leuke voorbeelden in dat boek. En daarom is het toch lezenswaardig. Nou, wat heel belangrijk is, ook in dit soort zelforganisatie,
is dat je normen en waarden, hè, dat de cultuur op orde is. Hè. Want met wie wil je dit soort dingen eigenlijk doen? Ook niet met iedereen. Niet iedereen is daarvoor geschikt. En Netflix die werkt ook veel met zelfsturende teams. En zij hebben ontzettend veel aandacht besteed ook aan hun cultuur en normen en waarden. Overigens net als in het ING-systeem, zoals Martijn net vertelde, hè, dat ze daar ook mee bezig zijn. En Netflix heeft dat helemaal uitgewerkt in dit rijtje normen en waarden dat je hier ziet. Ik ga het niet helemaal doorlopen. Ze hebben dat ook helemaal geoperationaliseerd. Ik heb er die twee voorbeelden uitgehaald. Maar als zij dus mensen binnenhalen, dan kijken ze ook heel erg naar die normen en waarden. Het is zelfs zo dat Netflix zegt van ja, ons systeem om mensen aan te nemen is zo goed, dat wij hebben gewoon alleen de allerbeste mensen. En het beste is dan niet alleen in termen van hun kennis en kunde, maar ook hun gedrag en hun ethiek. We hebben gewoon de meest ethische mensen halen wij binnen. En dat betekent bijvoorbeeld dat als je bij Netflix werkt en je hebt een onkostendeclaratie, die lever je in en die wordt gewoon betaald. Er is niemand die dat controleert. Want dat is ook niet nodig, want je hebt toch de meest ethische mensen binnengehaald. Dus als je echt goede mensen binnenhaalt, dan kan je natuurlijk veel verder gaan in je zelforganisatie dan wanneer je wat minder goede mensen hebt. En Netflix heeft dan natuurlijk ook de luxe dat ja, de internationale top die solliciteert daar, dus die kunnen ook kiezen. Hè? En niet alle organisaties kunnen dat. En we moeten gewoon ook eerlijk zijn, niet alle mensen zijn altijd allemaal even goed en even eerlijk. Dus ook daar moet je rekening mee houden met je zelforganisatie. Hoe ver kan je het doorvoeren en wanneer kan het niet? Nou, we hebben in het boek een lijst gemaakt van voorwaarden voor zelfmanagement. Die heb ik hier een beetje ingekort. Ik wil hem toch even langslopen, want ik zie toch dat zelfmanagement heel populair is in een aantal sectoren, in de zorg met name. Ik weet dat Helene ook een aantal blogs heeft geschreven op de website van CEO die heel lezenswaardig zijn, ook over waar het fout gelopen is met zelfmanagement. En als je daar dit lijstje naast legt, dan denk ik dat het heel veel verklaart over waarom dingen op bepaalde plekken niet goed lopen. Ik wil jullie zo ook even de vraag stellen bij dit lijstje van welk van die voorwaarden is nou eigenlijk niet ingevuld bij jullie als je over zou willen gaan tot zelfmanagement. Maar ik loop hem even door. Hè. Dus waar gaat het over? Nou, een heldere en geïnternaliseerde visie. Hè. Dus waar we net al zeiden, die purpose, waar zijn wij voor als organisatie? Is dat nu echt voor iedereen in de organisatie duidelijk en hebben ze dat doorleefd? Nou, heldere taken en mandaten. Is duidelijk wat ik wel en wat ik niet mag? He, dus bij die holocracy, in elke rol is volkomen duidelijk, als jij die rol hebt, dan mag je daar ook alles beslissen. Het is een heldere taak, een helder mandaat. Dan heb je ook toegang tot de relevante informatie. Want als je zelf mag beslissen over iets, ja, dan moet je ook wel de informatie hebben om dat besluit te kunnen nemen. He, als ik niet weet wat populaire boeken zijn op dit moment, kan ik ook niet besluiten wat ik op de website ga promoten. Het kan alleen gaan over non-fatale beslissingen. Hè? Dus dat is dat voorbeeld van die treinmaatschappij, die spoorwegmaatschappijen. Wanneer beslissingen fatale gevolgen kunnen hebben, dan wil je liever geen zelforganisatie. Dan wil je of meer protocollen of je wil toezicht. Hè? Zodat iemand nog eens extra checkt dat dingen goed gaan. Wat je niet wil is als je in het vliegtuig stapt en er komt een zelforganiserende vliegtuigcrew binnen en je hoort ze tegen elkaar zeggen van jongens, wie wil het vandaag eens achter de stuurknuppel proberen? Dat is de link. Dat is gevaarlijk. Dat zou een fatale beslissing zijn. Nou, managementtaken moeten aan de teams worden toegewezen. Want budgettering blijft van belang. Prestatieafspraken met elkaar nakomen blijft van belang. Mensen moeten ook toch ontslagen worden als ze echt dysfunctioneren. Ja, wijs je dat toe aan het team. Ben je in staat dat te doen, kunnen teams dat oppakken. Daarop voorbouwt effectief teamgedrag. Dit zelforganisatie werkt alleen wanneer je elkaar ook durft aan te spreken wanneer iets niet goed gaat. Nou, er zijn best veel mensen die vinden dat eng en die zijn blij dat een manager het doet.
daar hoort ook bij dat je dus feedback op teamniveau krijgt. Je moet weten hoe je team het doet. Niet hoe het individu het doet, maar de teamprestatie staat centraal. Nou, kennisdeling moet worden georganiseerd. Want als je 20 verschillende teams hebt, ook in de thuiszorg bijvoorbeeld, ja, die moet ook van elkaar kunnen leren. Misschien dat er ja, bepaalde aanpak voor bepaalde mensen nodig is en gaat dan elk team het wiel opnieuw uitvinden. Dat is niet zo handig. Dus er moet toch ergens kennisdeling worden georganiseerd. Teams moeten onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. Dat is ook wat Martijn zei bij ING. Hè? Dus elk van die squads, zoals ze het daar noemden, ja, die kunnen gewoon onafhankelijk functionaliteit ontwikkelen en online brengen. En daar hoeven ze niemand toestemming voor te vragen. Hè? Dus die teams moeten onafhankelijk van elkaar zijn. Nou, het management moet er ook vertrouwen in hebben dat de mensen het kunnen en willen. Hè? Want als managers steeds weer gaan meesturen, dan verstoort dat natuurlijk wel het teamproces en ook het leren van het team. En ik denk ook heel belangrijk is, ja, willen we er iets van maken? Hè, dus bij Bol zijn ze niet helemaal overgegaan naar holocracy, zoals ING wel in één klap overging. Iedereen moest in dat systeem. Maar bij Bol is het alleen als team zelf aangeven, hé, dat willen we wel. Hè, maar hun idee was, van als je het gaat opleggen aan mensen, dan gaat het niks worden. Maar als ze het zelf willen, ja, dan zijn ze ook bereid om wat te experimenteren, om fouten te maken en daarvan te leren. En dan werkt het veel beter dan wanneer je het oplegt. Dus de wil om er iets van te maken is ook een belangrijke voorwaarde om zelforganisatie of zelfmanagement succesvol te krijgen. Nou, ik was nu wel benieuwd, hè, van welk van die genoemde voorwaarden voor zelforganisatie is in jouw organisatie niet ingevuld. En jullie kunnen dat hier met de poll aangeven. Mensen gestemd. Ja. Nou, komen er misschien nog wat bij, maar je ziet zich al wel wat aftekenen. En eigenlijk is het wel interessant, die twee, hè, toewijzing managementtaken aan de teams en effectief teamgedrag en feedback op teamniveau. Ik denk dat dat ook wel veel voorkomend is, dat daar niet goed over na wordt gedacht. Hè? Dus het is niet zo dat er veel managementtaken verdwijnen. Art-Pieter, zeg maar, ik moet hem nog op publiceren zetten. Oh, sorry. Ja. Ja, dus ik wacht er nog even, maar ik ga hem nu op publiceren zetten. Ja? Gelijk, ik was te snel. Ja. Als het goed is, ja, ziet iedereen nu de resultaten. Ja. Dus je ziet hier inderdaad de uitkomsten. En je ziet de hoogscorende hier, een echte 1 en 2, hè, die zitten daar halverwege. Toewijzing management taak aan de teams is echt de tweede. Vaak vallen er toch gaten, doordat mensen gewoon vergeten dat management toch ook taken uitvoert, als planning, als budgettering, als het aanspreken van mensen op hun functioneren. Dat zijn dingen die verdwijnen niet. Hè? Dus het is soms wel zo'n romantisch beeld dat iedereen dan maar alles kan doen wat hij wil bij zelforganisatie. Maar ook daar, hè, budget en geld blijft altijd belangrijk. Dus daar moeten we nou ook niet naïef in zijn. Nou, effectief teamgedrag, feedback op teamniveau.
was de hoogscorende. En dat zijn ook vaak dingen die cultureel natuurlijk bepaald zijn. Hè? Zeker teamgedrag. Hè? Hoe gaan we daar met elkaar om? Kunnen we, zijn we bereid elkaar aan te spreken? Maar ook feedback op teamniveau. Ik dacht dat ook in een van de cases van Helene speelde. Als je overgaat naar die zelforganisatie en dus met teams gaat werken, maar je blijft mensen alleen maar afrekenen op hun eigen prestaties, ja, dan gaat het dus fout. Hè? Want dat is niet relevant of minder relevant. Je moet juist effectieve teams hebben. En als je dus mensen alleen maar individueel aanspreekt, dan ga je dus nooit een goede teamontwikkeling krijgen. Want iemand kan perfect individueel werken, maar binnen het team gewoon een heel vervelende collega zijn. Hè? En dat moet je boven water krijgen. Dus dat zijn echt de twee belangrijkste. Ik kijk even wat er nog meer staat. De non-fatale beslissingenscore niet zo hoog. En ook de wil er iets van te maken eigenlijk ook niet. Hè? Dus het lijkt wel dat... ik denk die non-fatale beslissingen hangt ook heel erg af van type organisatie natuurlijk. Waar je in werkt. Hè? Dus wanneer er echt gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Zal die hoger scoren. Maar blijkbaar zijn er hier veel organisaties waar dat niet zo voor geldt en waar fouten achteraf nog altijd goed hersteld kunnen worden zonder dat daar grote problemen mee ontstaan. Ja. Oké. Dan ronden we daarmee even dat blokje zelforganisatie af. Hè. Dus... als jullie hier spreken ook over zelforganisatie, kijk toch eens eventjes naar die randvoorwaarden voor succes. Zijn die nu echt ingevuld? Natuurlijk kan het per organisatie altijd wat verschillen. Maar het is echt wel nuttig in mijn ervaring om dat hele lijstje door te lopen. Want je ziet echt, er komen echt altijd nieuwe vragen boven water over hoe je het gaat inrichten. Dan... wilde ik nog wat over een laatste organisatievorm zeggen. En dat zijn meer de platform-ecosystemen. Dus denk aan Airbnb, Apple, Facebook, dat soort clubs, Uber. En die nemen ook wel een grote vlucht. Hè? En ook in termen van innovatie zijn ze interessant. Belangrijke auteur is Jeffrey Parker. Die heeft met... twee andere heren, Sudari en Van Alstien, een heel mooi boek daarover geschreven. Dat ik iedereen kan aanraden om te lezen. Sowieso, vind ik. Ik kan me niet voorstellen dat je überhaupt op dit moment ergens in een organisatie werkt en dit boek niet gelezen hebt. Je moet op zijn minst weten hoe die platforms in elkaar zitten. En zij werken dat heel goed uit. Maar waar het eigenlijk om gaat, hè, en dan volg ik ook wel hun definitie van platform-ecosystemen. Wat is nou een platform, hè? Een platform biedt een set aan gedeelde assets die eenvoudig kunnen worden gecombineerd in diverse applicaties. Dus denk bijvoorbeeld aan, denk aan Facebook. Hè. Dat is gewoon één set, hè, een software met data. En daar kan je, als je een game wil bouwen voor het Facebook-platform, dan zitten er op dat platform allerlei technologieën waardoor je dat kan doen. Of als je op Google een parkeerapp wil bouwen bijvoorbeeld. In het Google platform zit een tool die zorgt dat je locatie kan bepalen met je iPhone bijvoorbeeld. Hè. Er zit een betaaltool in. Er zit een koppeling in met betaalrekening. Hè, dus als ik een parkeerapp wil bouwen, dan ga ik naar dat Google platform. En dan zitten daar al heel veel oplossingen in voor die parkeerapp. En dan moet ik alleen nog maar software schrijven om die verschillende bouwstenen aan elkaar te klikken. Daar mijn eigen mooie paginaatje van te maken, zodat de klant dat op zijn smartphone kan zien. Dus je maakt eigenlijk gebruik van allerlei assets die er al zijn. En die combineer je gewoon in zo'n nieuwe applicatie, zoals een parkeerapp. Je kan ook denken aan een elektronisch patiëntendossier, hè. Hetzelfde verhaal als een platform, al die dossiers zitten in één systeem. Afhankelijk van de privacy kan je er natuurlijk heel veel
mee doen. Hè. De vraag is hoeveel je daarmee kan delen. Corona, idem dito, hè, er zit Bluetooth in al die platforms. Temperatuur, locatie bepalen. Hè. Ook temperatuur, lichaamstemperatuur kan je makkelijk met je telefoon doen. Allemaal dat soort dingen zijn standaard en die kunnen allemaal voor verschillende apps worden gebruikt. En er zijn dus ook allerlei partijen die naar die platforms gaan om van die apps te maken. Dus parkeerapps, maar ook de NSC-app, de weerapps, noem het allemaal maar op. Dat zijn dan vaak onafhankelijke partijen. Dat kan ook een 16-jarige zijn die een fantastische game ontwikkelt. Het platform en de complementen zijn wederzijds afhankelijk. Als jij Facebook bent, dan wil je heel veel van die apps hebben. En dan wil je dus een goede relatie hebben met die complementaire partijen. En die complementaire partijen die investeren in dat specifieke platform. Dus die zijn daar ook van afhankelijk. Dus er is wel een wederzijdse afhankelijkheid. En daarom zie je ook vaak dat die complementen toch ook wel weer op de een of andere manier participeren in de besluitvorming rondom zo'n platform. En natuurlijk bij een Apple of een Google zijn die partijen wel dominant. Maar ze kunnen niet alles maken wat ze willen. Want als ze opeens alle technologie zouden omgooien, dan zeggen heel veel van die appsbouwers, ja, bekijk het, ik ga naar een ander platform. Die kost mij te veel werk en te veel tijd om om mijn app daar helemaal op aan te passen. Nou, we hebben daar in het kader van ons boek ook onderzoek naar gedaan. Onder andere bij booking.com. En dat was op zich wel verrassend voor mij. Want ik dacht, ja, Booking, die zal met alle hotels wel alleen maar online communiceren. Hè, die geven gewoon overzichten van de boekingen. En als een hotel een speciale actie heeft gedaan, dan laten zij zien of die succesvol is geweest of niet. Hè, dat soort feedback. Maar het bleek eigenlijk dat Booking heel veel investeert ook in... meer de traditionele relatie met de hotels. Ik heb er nu even achter gezet pre-COVID. Hè, want of dat nu nog allemaal zo is. Op dit moment staat alles op losse schroeven bij Booking. Maar ze gingen echt naar hotels toe om te kijken. Wat doen jullie? En wat zijn ook issues die jullie met onze site hebben? Ze hebben open lab sessies waarbij ze bijvoorbeeld hotels uitnodigen op het Booking.com kantoor. Om nieuwe functionaliteit te bekijken die Booking.com heeft ontwikkeld. En dan zeggen ze, gaan ze kijken van, ja, wat voor feedback hebben jullie daarop? Vinden jullie dit interessant of niet? Moet het anders? Shadow sessions, hè, dus dat is ook eigenlijk meeluisteren in de communicatie tussen Booking.com en de hotels. Hè. Dit is ook een callcenter waar hotels kunnen bellen naar Booking.com als ze problemen hebben met iets online te zetten. Nou, luisteren ze ook in mee, interveneren ze ook in, om te kijken, maar ja, wat zijn nou jullie problemen, hoe kunnen we dat helpen, die helpen oplossen. Dus het was eigenlijk ook heel veel op dat gebied wat nog vrij traditioneel werk is, ondanks dat het een online organisatie is. Nou, dit soort platforms, dat geldt niet alleen ook in het bedrijfsleven, hè, dus... Ik ben zelf betrokken geweest bij de loonaangifteketen. Dat is een samenwerking tussen UWV en de Belastingdienst en CBS. Maar eigenlijk is dat ook een platform. Dus we hebben daar ook eens naar gekeken vanuit een ecosysteemperspectief. Wat zij eigenlijk doen, hè, ze verzorgen natuurlijk alle uitkeringen en belastingheffing. En CBS maakt daar statistieken van. Maar in principe is dat één grote database waarvan alle burgers... alle gegevens zitten, hè, van belasting die ze betaald hebben, rechten die ze hebben opgebouwd op uitkeringen, aantal jaren dat ze werkzaam zijn geweest. Dus heel veel informatie voor iedere burger zit er eigenlijk in die database. Er zijn heel veel partijen die daar gebruik van kunnen maken of verplicht zijn daarop aan te haken. Bijvoorbeeld inhoudingsplichtige, elke organisatie moet belasting inhouden voor zijn werknemers. Die hebben daar vaak softwareontwikkelaars voor, hier SWO's aangeduid. Ja, die moeten kunnen aanhaken op dat dataplatform. En we hebben toen dus, die samenwerking tussen UWV Belastingdienst en CBS kwam in het begin heel moeizaam van de grond, maar op een gegeven moment werd heel succesvol. En toen heb ik eens gezegd, ja, laten we nu eens kijken of we ook het ecosysteem erbij kunnen betrekken.
En we hebben eigenlijk iets heel simpels gedaan. We hebben gewoon al die partijen uit de omgeving uitgenodigd. En ze op een paar avonden, drie avonden, hebben we drie verschillende groepen uitgenodigd. En we hebben hun gewoon eens gevraagd van, nou, teken nu eens het ecosysteem. En zoals jullie dat zien rondom die hele loonaangifte, rondom dat hele loonaangifteproces. En het eerste grappige was dat iedereen die we uitnodigden, die kwam. En ze vonden het ontzettend leuk om mee te denken. Want ja, ze maakten er allemaal gebruik van of ze hadden er last van. Hè? Dus, gaan het gesprek kwam eigenlijk zo'n soort plaatje, als we hier zien, kwam op tafel. En ontstonden ook allerlei ideeën over hoe het beter kan, hoe partijen anders konden aanhaken. Softwareontwikkelaars bijvoorbeeld hebben toch dan vaak veel last van de IT-kant. Hè? Dus er kwamen allerlei issues boven die nu ook gezamenlijk met het ecosysteem worden opgelost. Er is een standaard overleg met softwareontwikkelaars over als er veranderingen komen in die systemen, wordt er overleg met die softwareontwikkelaars hoe dat wordt geïmplementeerd. En daardoor loopt het hele ecosysteem een stuk efficiënter. Dus kijk ook even voorbij je eigen ideeën daarover. En dan doe je eigenlijk nog niet eens iets technologisch ingewikkelds. Hè? Dus het is echt een breed toepasbaar concept om ook in je eigen organisaties na te denken. Wie zijn nou stakeholders om ons heen? Nodig ze eens uit. En ze hebben vaak heel veel ideeën, maar ook heel veel problemen met wat je doet. En dat zijn allemaal kansen voor verbetering en allemaal kansen voor innovatie. Nou, nu zitten we natuurlijk midden in die coronacrisis. En de vraag is eigenlijk van, wat doe je dan met je ecosysteem, hè? En je ziet natuurlijk een aantal partijen die zich helemaal terugtrekken op hun eigen gebiedje. Misschien ten koste van het ecosysteem nu opereren. Er zijn ook anderen die juist weer hun partners opzoeken om te kijken of ze gezamenlijk problemen kunnen oplossen. Ik was wel benieuwd even in de chat ook. Zouden jullie een organisatie kunnen noemen die goed met partners omgaat en een die dat niet doet, hè, nu we in de coronacrisis zitten. Geef wel even aan, hè, als je de naam van een organisatie inzet, of je vindt of die het goed of slecht doet. Hè, dus Philips goed of Philips slecht, dat is maar net hoe je wil. Dus hoe kijken jullie daar eigenlijk tegenaan? Hè, zie je dit ook op dit moment in de praktijk gebeuren? Ik zie vooral goeie langskomen, Art Pieter, jij ook? Goeie, ik zie het nu, ik zie IKEA goed. Ik zie KLM slecht, hè? Die vouchers, ja. Inderdaad, ja. Supermarkten, ja. Ja, ook, dit is ook wel interessant, hè? Christian zegt crisisorganisaties. Maar met name ook, er is enorm veel verbeterd in de afgelopen week. En dat zie je natuurlijk wel vaak bij dit soort crisisachtige situaties. Als je elkaar echt nodig hebt, dan worden er ook opeens dingen mogelijk die voorheen niet mogelijk waren. En dat is, ja, dat blijft een eeuwig probleem, zou ik zeggen. Want je gaat je toch afvragen van, waarom is dat dan? En waarom kunnen we dat in gewone tijden dan niet? Ja, blijkbaar is er toch druk nodig om dat te doen. Wat interessant gaat worden is, als de crisis weer over is, gaan we dan weer op de oude voet verder? Of is dit nu blijvend? Hè? Ik zie ook een aantal van die lokale initiatieven langskomen. Hè, van gezamenlijke winkeliers die dingen gaan doen. Hè? Ja, ja. Winkeliersinitiatieven. Even naar de andere scrollen. Kijk, CEO doet het goed, zie ik. Kijk. Ja. Verkorting betalingstermijnen vanuit ons bedrijf zie ik staan. Ja, dat is een interessante. Ja. Dus, want dat is natuurlijk een van de dingen die veel gebeuren. Hè? Dus wat doen we met betalingstermijn? En sommige organisaties die verlengen het inderdaad. Maar er zijn er ook die ze gewoon verkorten.
En dan hangt het er weer vanaf bij klant of leverancier. Maar als je dit, als jij klant van mij bent en je zegt, ik ga opeens een maand later mijn rekeningen betalen, ja, daar help je het ecosysteem natuurlijk niet mee vooruit. Hè? Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want als je echt in een heel specifiek cashflow probleem zit, heb je misschien heel weinig keuze, hè? Want je kan gewoon niet anders. Maar ook dan is nog, hoe ga je ermee om? Hè? Zeg je gewoon eenzijdig van we gaan het zo doen? Of even overleggen ook met je partners? Want dat haalt ook al natuurlijk vaak heel veel kwaad bloed dat je mogelijk zet kwijt. Ik zie jou lachen, Helene. Zie je er één in de chat die... Sorry, ik heb soms het gevoel dat er mensen reclame zitten te maken, maar misschien ligt het aan mij. Oké. Uiteraard doen jullie het allemaal goed, ja, en de anderen het allemaal slecht. Hè. Maar er zijn ook wel leuke voorbeelden. Ik dacht dat het Cisco was bijvoorbeeld. Die hebben met een aantal partners bijvoorbeeld targets gezet, ook over omzet en zo. Ja, die hebben ze gewoon losgelaten. En in plaats daarvan bieden ze ook partners nu gratis opleidingen aan, die anders betaald zijn of die puur Cisco intern zijn. He, dus zeggen, nou oké, het is een vervelende tijd, is voor iedereen. Dus we gaan jullie nu niet afrekenen op hoe jullie presteren. We zien wel hoe het met elkaar, hoe het oplossen. Maar we kunnen wel investeren voor als de markt weer aantrekt. Dus zeg maar, wat wil je van ons weten, partners? Wat wil je leren? En op die manier voed je dus eigenlijk weer je ecosysteem. En kom je er ook weer sterker uit aan het eind. Nou... Goed. Ik zie in ieder geval dat jullie de kranten goed gelezen hebben, want de voorbeelden die rollen over het scherm. Nou, dat even die platform-ecosystemen. En ja, we hebben het nu gehad over platforms, ecosystemen en over agile. En hoe hangt het nou eigenlijk allemaal met elkaar samen? En dat is eigenlijk waar ik het... het laatste half uurtje wat over wil hebben. Dat is ook waar ik op dit moment in het onderzoek wat mee bezig ben. En dat noem ik eigenlijk de Tech Trinity. Hè. Het zijn eigenlijk een drie eenheid van agile platforms en ecosysteem. En ik heb deze quote van ommuurde tuin naar regenwoud. Die heb ik van Zhang Ruiming. Hier nog een andere quote van hem, we all need to transform into ecosystem companies or we won't be able to survive. Zhang Ruiming is misschien niet heel bekend bij jullie, maar op dit moment wordt hij wel als een van de meest toonaangevende managers gezien, maar hij doet ook wel heel spannende dingen in zijn organisatie. Hij is de baas van Haier. Haier is een Chinese fabrikant van eigenlijk witgoed, koelkasten, en dat soort dingen, alles voor in de keuken, wasmachines, et cetera. En is in de loop van de tijd ook een van de leidende producenten daarvan geworden. En die Zhang Ruiming, die had ook eerst een heel hiërarchische organisatie, maar ja, die zag ook die hele IT-kant op zich afkomen en die dacht, ja, dit... daar moeten we gebruik van maken en dan kunnen we niet op de oude manier verder. En hij heeft zijn bedrijf opgesplitst in vijf grote platforms met ecosystemen. En die heeft hij weer opgesplitst in totaal in 1000 micro-ondernemingen. En elke medewerker van Haier zit dus in een eigen micro-ondernemingje, die vaak maar een deel van de technologie maken bijvoorbeeld. En heel vaak... investeren ze daar ook in, of zijn ze zelfs verplicht, de ondernemers van die micro-ondernemingen, degene die erin opzet, zelfs verplicht daarin te investeren. Dus het is ook wel weer, zoals dat bij een communisten gaat in China, een heel kapitalistisch systeem. Mensen lopen ook veel risico's erin, daarom denk ik ook dat het systeem dat hij bedacht heeft in Nederland niet eens zou mogen van het arbeidsrecht. Maar het is wel fascinerend om het te volgen. Iedereen is eigenlijk mede-ondernemer. Er zijn 1000 micro-ondernemingen. En hun belangrijkste doel is eigenlijk contact met de klant. En van daaruit nieuwe producten ontwikkelen.
Ja, en waar kan je dan aan denken? Hè? Dus nou, als je bijvoorbeeld in koelkasten gaat kijken, er kunnen allerlei chips in koelkasten zitten. Dus ze hebben nu een koelkast die geeft aan wanneer een bepaald product in de koelkast over de datum dreigt te raken. Of ze hebben een koelkast die scant gewoon wat zit er voor eten in je koelkast. En op basis daarvan adviseert hij een bepaald recept. Of bij de wasmachines. In heel veel landen hebben mensen niet een eigen wasmachine, maar wel. En ze gaan naar de wasseretten. Maar ja, je moet zeker weten dat er een wasmachine vrij is. Nou, dan wordt er een app ontwikkeld door Haier dat je een uur kan boeken in de wasseretten om daar de was te doen. Dus allemaal van dat soort applicaties en ideeën, die komen eigenlijk uit dat ecosysteem van Haier. En wat je daar dus ziet, is eigenlijk de samenhang tussen die drie componenten van agility, platform en ecosysteem. Als je een agile organisatie hebt, dan kan jij je platform verbeteren, zodat er meer leukere informatie en technologie in zit. Zo'n leuk platform trekt veel meer partners in je ecosysteem. En zo'n ecosysteem levert dan weer ideeën aan voor nieuwe apps of nieuwe technologie die zo'n agile organisatie kan gaan ontwikkelen. En ook omgekeerd, als jij als agile organisatie goed voor je ecosysteem zorgt, dus zo'n boeking dat naar al die hotels toch gaat, daar toch ook iets van een relatie probeert op te bouwen. Ja, als jij dat doet, dan krijg je een beter ecosysteem. Als je een sterker ecosysteem hebt, dan krijg je weer meer transacties en data op je platform. En op basis van daarvan kan je weer meer gaan innoveren en optimaliseren en kijken waar verbetermogelijkheden zitten. Ja, dus dat is echt een systeem dat op elkaar ingrijpt en elkaar versterkt. En dus ook in de wonderenwereld van de koelkasten en de wasmachines blijk je dat dus te kunnen doen. Ja, en dat is wel het leuke inzicht, vind ik, die Zhang Ruimin ook heeft. Ja, hij noemt dat het Redan-Hei-systeem, heet die organisatievorm. Het is echt gefocust op de klant, betekent dat. Ondernemerschap laag in de organisatie. En dan krijg je dus dat je dit soort, die drie eenheid krijgt die elkaar begint te versterken. En ook bij dat voorbeeld dat ik net gaf uit de publieke sector van UWV Belastingdienst, kan je daar ook over. Hè, zie je dat eigenlijk ook al een beetje in werking komen, dat systeem. Hè, dat beter aanhaken van de partners leidt tot betere technologie, betere data. En ongetwijfeld kunnen zij nog veel meer agile worden dan ze zijn. Maar er zijn absoluut al in die samenwerking tussen die partijen ook al zulke stappen gezet, dat ze veel meer aan kunnen dan ze voorheen konden. En ik denk dus dat je vanuit deze lens echt naar elke organisatie wel kan kijken. En misschien kan je het allemaal niet één op één toepassen, maar het levert altijd wel weer een ander beeld op van, hey, zo zouden we het ook kunnen doen. Dat is waar op dit moment mijn onderzoek ook naar gaat. Naar met name wat traditionelere organisaties, dus niet de Facebooks en de Apples die we allemaal wel kennen met dit soort systemen. Maar met name wat organisaties waar dit wat lastiger is, hoe maken die omslag? Pieter? Nou, er is nog een vraag in de app over zeg maar, de soort ecosystemen die georganiseerd worden. Hoe je voorkomt dat er een dominante partij wordt die eigenlijk in dat ecosysteem de andere gaat overheersen. Ja, nou ja, het woord voorkomt geeft aan dat dat altijd als negatief wordt gezien. Het overheersen wel, hè? Dus kijk, er zijn ecosystemen waarin helemaal geen dominante partij eigenlijk zit. Hè. Dan heb je het met name bij die open source software. Daar speelt ook eigenlijk dit. Maar daar is wel hiërarchie overigens ook hoor, maar niet zo dominant. Als je natuurlijk kijkt naar de Apples, die zijn natuurlijk heel dominant. En daar is inderdaad een vraag van, ja, hoe zorg je nou dat die het niet gaan overheersen? En daar zijn eigenlijk twee mechanismen voor. En die hebben allebei een beetje met welbegrepen eigenbelang van Facebook te maken. Want kijk, als je echt mensen die apps bouwen op jouw platform alleen maar het lid over de neus gaat trekken, dan gaan mensen gewoon weg. Hè? Dus dat ecosysteem, dat loopt gewoon weg op een gegeven moment. Die hebben daar geen zin in. Als Apple zou zeggen, dan in plaats van, we gaan nu 50% van je omzet afromen, denk ik niet dat er nog veel zullen zijn die een app willen bouwen voor dat platform.
Dus dat geeft al een zekere balans. Daarnaast geldt daar ook heel sterk dat er ook concurrentie tussen platforms is. Het is heel leuk om Apple en Google te vergelijken. Apple was natuurlijk een heel gesloten systeem, hè, want Steve Jobs was paranoïde, hè, die wilde alles intern houden. Google deed alles met open source software. Ja, en daardoor was Google voor, als je bijvoorbeeld een game wilde ontwikkelen, was Google echt veel leuker. Want omdat die software open source was, kon je van veel meer technologie gebruik maken en had je veel meer ruimte om leuke dingen te ontwikkelen. Het gevolg was dat de App Store van Google ging groeien als kool, terwijl die van Apple vrij klein bleef. En door die concurrentie tussen die platforms werd Apple gedwongen om steeds meer open te zetten en dus steeds meer ruimte te geven aan die appsontwikkelaars en dus aan dat ecosysteem. Het is ook de concurrentie tussen die platformen kan ervoor zorgen dat je dat je wel een dominante partner hebt, maar dat die geen misbruik gaat maken van dat ecosysteem. Maar het risico zit erin, hè, en de sterke partij, de Apple en de Google, blijft natuurlijk wel dominant. En zal er altijd meer aan verdienen dan de anderen. Maar kan een van de kleine ondernemingetjes uit het ecosysteem van de wasmachines en de koelkasten ook weg? Of heeft die eigenlijk geen alternatief? Dat is de vraag, dat heet dan multi-homing. Hè? Kan je op verschillende platformen terecht? Dus dat kan. En je ziet voor de goede gamesontwikkelaars, bijvoorbeeld, die ontwikkelen echt platforms voor verschillende platforms. En Hire staat dat ook toe, overigens. En ze hebben ook General Electric overgenomen. En op de poot van General Electric, waar ze dit ecosysteem hebben, zij ook op een campus zitten. Daar mogen ook concurrenten gewoon rondlopen zelfs. Maar dus ook andere appsontwikkelaars mogen voor die concurrenten gaan werken. Dus daar zie je dat dat heel open is. Maar dat is eigenlijk ook wat meer een managementbeslissing dan dat dat aan het organisatiemodel zelf ligt. Heel vaak zie je dat die platforms gesloten beginnen, maar dat ze in de loop van de tijd toch, ofwel gedwongen door concurrentie, ofwel doordat ze zelf zien dat het handiger is, gaan ze meer open. Ja, dat is de vraag. Oké. Nou, daar wilde ik even een oefeningetje mee doen. En daarvoor gaan we jullie in groepjes uit één zetten. En het oefeningetje is dit. Jullie kennen denk ik wel John Deere. Die maakt allemaal van die landbouwmachines. Tractoren, maar hier zie je ook een combine om tarwe te oogsten. Je ziet linksonder een installatie of een machine om verschillende bestrijdingsmiddelen op het land te spuiten. Ook dat is een organisatie, een heel traditionele organisatie. En ik zou je eens willen vragen, van hoe zou je daar nou zo'n Tech Trinity van kunnen maken? Dus wat zou voor een John Deere in zo'n traditionele sector nou eigenlijk een platform kunnen zijn? Wat voor diensten zou je daarin aan kunnen bieden? En misschien ook welke organisatie of wat voor type organisatie zou een leuke ecosysteempartner voor John Deere willen zijn? En ik zou jullie vragen om daar eens gewoon even over te brainstormen. Nou, maar als je bijvoorbeeld zo'n voorbeeld hebt van kennisdeling, hè, van we doen veranderingen aan de apparatuur, dat zou iets heel moois zijn om dat in het ecosysteem dat soort ideeën op te halen ook, hè, als agile organisatie, die ideeën misschien te verrijken, toe te passen of zelfs standaard in apparatuur in te bouwen of als extra optie aan te bieden en dat weer op je platform te zetten. Hè. Kijk, je kan natuurlijk niet de fysieke dingen op je platform zetten. Hè. Het gaat over de informatie. Maar je zou wel een platform kunnen maken om innovatieve ideeën tussen ondernemers uit te wisselen. Hè. En dan krijg je wat meer dat idee van die Tech Trinity. Het ecosysteem levert ideeën aan op het platform. En als John Deere zelf run je dan de organisatie daaromheen om te zorgen dat die ideeënuitwisseling goed gaat lopen. Misschien wordt het wat concreter ook als ik even de voorbeelden laat zien. Want je had wel een paar leuke met bijvoorbeeld ook het verlenen van diensten rondom platform. Dus ik heb hier een paar voorbeelden van diensten die zij
hebben. Dan moet ik even mijn eigen scherm. Yes. Kijk, de eerste is, dat was al een beetje waar jullie het over hadden, hè, direct aan product gerelateerd. Hè. Dingen die zij doen, is bijvoorbeeld reparatieinformatie. Hè. Dus er zitten in hun machines zitten tegenwoordig gewoon chipjes. En die bepalen gewoon, die houden in de gaten hoeveel gebruiksuren er zijn geweest. En na een bepaald aantal gebruiksuren moet er gerepareerd worden. En dan kan er automatisch al een afspraak voor onderhoud worden ingepland. Of sterker nog, ze kunnen mensen gewoon naar de boer toesturen om dat onderhoud te doen. Maar ook inzicht in brandstofverbruik is zoiets. Hè. Dus je kan gewoon dat allemaal bijhouden in een tractor van hoeveel brandstof wordt er verbruikt. En dan kan de boer automatisch zien of die al dan niet zuinig aan het rijden is geweest. Dus dat zijn wel allemaal dingen die met de apparatuur te maken hebben. En wat je ook zei, Charlotte, is op zich een interessante. Dat kan je ook met meer verschillende soorten apparatuur gaan werken. Dat je niet alleen vastzit aan één apparaat of zelfs maar alleen aan John Deere. Dat doen ze nog niet, maar ik denk wel dat dat een vervolgstap zou kunnen zijn. John Deere is steeds meer een informatiebusiness aan het worden. En op een gegeven moment zou je ook kunnen zeggen, ja, echt dat platform, het online platform, is gewoon interessanter en levert gewoon ook meer op dan die investering in al die fabrieken. Dus die informatiesamenleving, de databewerking, wordt eigenlijk een belangrijkere economische activiteit dan de fysieke zaak. Nou, wat ze ook doen is precisie farming. Hè? Dus misschien moet op een deel van het land graan staan en op een ander deel bloemen of zo. Hè? Dat kunnen ze ook allemaal doen, want ze hebben in allerlei apparatuur zitten ook chipjes die dan weer de samenstelling van de grond en de vochtigheid kunnen meten. Waardoor ze kunnen zeggen, als je tarwe wil doen op dit hele gebied, is niet zo optimaal. Als je daar twee soorten neerzet, dan kan je er veel meer uithalen gezien de grondgesteldheid. Ook advies over bestrijdingsmiddelen, zaaien en planten geven ze allemaal. Het is eigenlijk nu zo dat een boer 's ochtends inlogt en dan krijgt hij een advies van John Deere over wat hij die dag moet gaan doen. Ook rekening houden met de weersvoorspelling, want dat zei je net ook. En die zit hier ook in. Ik heb hier een paar partners in een ecosysteem. Dan zie je bij de vierde staat de Weather Channel. Hè. Dus weersvoorspellingen worden gekoppeld aan het land van de boer. En als het gaat regenen, dan komt er dus een ander advies uit wat de boer zou moeten doen dan maar wanneer het droog is. Ze hebben het ook gekoppeld aan een drone-platform. Ja, en zeker natuurlijk in Amerika met die gigantische gebieden die ze daar hebben. Je kan een drone laten vliegen over die grote percelen. En die kan bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen veel beter inzetten. Hè. En zeggen, misschien moet je aan de rand van het veld, moet er wat meer gespoten worden dan midden op het gebied. En dat kan dan automatisch, past dan zo'n apparaat dat aan, dat die wanneer ze aan de rand van het gebied zijn, wat minder bestrijdingsmiddelen spuit. En daardoor haal je dus ook een besparing op je bestrijdingsmiddelen, wat niet alleen goedkoper is voor de boer, maar natuurlijk ook milieutechnisch heel relevant. Nou, zo zie je dus dat ze allerlei partners ook in een ecosysteem hebben verzameld. En dat koppelt zich dus terug naar het platform, dat My John Deere, hè, daar kan je op inloggen in je inlogschermpje. En dat wordt dus continu verrijkt. En naast dus de fabrieken die John Deere heeft, hebben ze dus ook een hele agile organisatie die continu die software verbetert en zorgt dat het gekoppeld kan worden aan drones en allerlei andere informatie. En zo zie je dat ze dus ook bezig zijn die drie slag te maken. Waar je tegenaan loopt bij dit soort organisaties is dat natuurlijk de ontwikkeling van de software veel sneller loopt dan het aanpassen van je productieproces. Ja, dus daar zit echt wel een tijdverschil. Als je nieuwe chipjes zou moeten inbouwen om software echt te laten renderen, ja, dan kost het wel tijd om jouw productielijn aan te passen. Nou, dat is, denk ik, ik weet niet, hoe zitten we in de tijd? We zijn wel aan het eind, hè? Ja, we zijn echt wel aan het eind van de tijd gekomen. En ik zag in de chat heel veel ideeën langskomen die jij hebt aangegeven. En ook nog een aantal andere. Maar volgens mij kunnen we daar nu niet meer op ingaan. Want anders gaan we wel erg uit de tijd lopen. Maar het is
ze zijn wel leuk om later nog eens even naar te kijken. Ja, en het advies zou ik zijn van ja, leg dit ook eens langs je eigen organisatie. Wat zou het voor jouw organisatie betekenen? He, want dus ook in zo'n heel traditionele fysieke organisatie als John Deere blijkt er dus van alles mogelijk te zijn door vanuit zo'n Tech Trinity invalshoek daarnaar te kijken. Nou, en zo komen ook eigenlijk de verschillende onderdelen van intern agile, platformorganisatie en ecosysteem, denk ik, steeds meer bij elkaar. Oké, dan neem ik even de gelegenheid, dat hebben wij ingestudeerd, Art, Pieter en ik, om terwijl jullie in de chat misschien even neerpennen wat je meeneemt uit deze masterclass en hoe je hier je eigen praktijk ook mee kan voeden, is natuurlijk goed gebruik om de spreker van deze masterclass te bedanken voor zijn bevlogenheid en zijn inzichten. En dat doen wij dan met een gezellig flesje wijn, wat ik Art Pieter dan zo overhandig. Wat ik van jou krijg en wat op merkwaardige wijze van kleur verandert. Het is een heel snelle koerier die je hebt ingehuurd, maar voor mij heeft hij die witte wijn zelf leeggedronken en rode ter vervanging. Nou, heel erg veel dank, Pieter, voor je uitgebreide verhaal. Ik denk dat we hier gewoon nog wel stof tot nadenken voor hebben. Jullie krijgen in ieder geval gewoon via de mail een opname van deze masterclass, waardoor je ook direct de sheets kunt nalezen. En we zagen ook een aantal vragen in de chat langskomen naar bijvoorbeeld linkjes naar boeken. Dus daar zullen we ook gewoon een paar verwijzingen naar doen, zodat mensen die zeggen, hey, dit is toch best wel interessante materie, maar niet in één keer helemaal te vatten of te doorgronden, dat je daar nog in kan verdiepen. Nou, voor de rest zijn er groepjes die vanmiddag door gaan werken online. Dus heel veel succes aan hen gewenst. En ik zou jullie allemaal willen wijzen op we zijn natuurlijk ontzettend hard bezig bij CEO om te zorgen dat we fysiek weer kunnen opstarten met allerlei haken en ogen. Maar daar doen we echt alles aan om gewoon weer ook echt face-to-face met elkaar in gesprek te komen. En die koppeling van theorie naar praktijk op verdiepende wijze plaats te laten vinden. Ook blijven we online ontzettend veel doen. Dus kijk ook even op de website. We hebben 19 juni. Een webinar met Jesse Zegers over leiderschapsdilemma's bij crisis en reorganisaties. Dus als je daarvan denkt, hey, wil ik ook nog even meepikken, kijk even op de site. Staat in ieder geval gewoon open voor mensen die in een CEO-leertraject zitten. Dus daar kan je gewoon, als je tijd hebt, gratis op inblokken. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid en interactie en participatie. Ik hoop dat je een hele prettige ochtend hebt gehad. Dus veel dank.